op de publieke tribune. En natuurlijk ook goedemiddag de mensen thuis die via livestream meekijken. Misschien even voorstellen, mijn naam is Moes van Amhuis, Kamerlid van het CDA. Ik ben voorzitter vandaag. En we hebben van de VVD Remco Dijkstra, de heer Dijkstra, als woordvoerder luchtvaart. Daar schuift dadelijk nog van de VVD de heer Koopmans aan. En de initiatiefnemer van dit rondetafelgesprek, ik moet voorzichtig zijn, rondetafel of hoorzitting. De heer Paternotte van D66, die verwachten we ook. We hebben afmeldingen van de heer Graus van de PVV in verband met een ingelaste AO Natuur. De heer Bruins en mevrouw van de Graaf van de ChristenUnie hebben zich afgemeld. Dus dat is even waar we het mee moeten doen. Neem niet weg dat er veel belangstelling is. Ik zal even de mensen voorstellen, onze gasten Mirelle Lokhorst-Melgers van de Nationale Politie. De heer Jan Hazes, majoor, militaire luchtvaartautoriteit. De heer Peter Blok, hoogleraar rechten en privacy, Universiteit van Utrecht. De heer Arjan Frens, manager beleid, plaatsvervangend directeur VWIN. Misschien dadelijk even kort toelichten, VWIN. En de heer Gert Kruiswijk, senior inspector, inspectie, leefomgeving en transport, ofwel de ILT. We hebben voor elk blok max een uur en in dat uur zit ook de switch in, dat we daar niet gaan uitlopen, want er staan 4 uur, maar liefst 4 uur gepland, 4 blokken van 5 personen. Dus u krijgt minimaal 2 minuten spreektijd, ongeveer 3. We hebben iets minder Kamerleden, dus daar kunnen we in variëren. Iedereen krijgt de spreektijd. Dan gaan de Kamerleden de vragen stellen. En dan kunnen we kijken wie daarop gaat reageren. Ik vraag ook aan de Kamerleden om aan te geven van wie u het liefst antwoord heeft. En het kan natuurlijk zijn dat sommigen zeggen van oké, ik wil daar wel een aanvulling op, dan doen we dat. En de griffier die tikt mee aan als we zo richting die 50, 55 minuten gaan, zodat we tijd hebben om te wisselen, sanitaire stop en dat we verder kunnen gaan met de volgende. Mag ik het woord geven aan mevrouw Lokhorst-Melgers? Zeker, dank u wel. Meneer de voorzitter. Sorry, nog 1 punt van orde. Wij werken met microfoons. Op het moment dat de microfoon aangaat, gaan ook de camera's naar de microfoon voor de mensen thuis. Dus als iemand anders in gesprek is, moet de ander de microfoon uitdoen. Dus als ik hem uitdoe, u aan, is alle aandacht op u. Mooi, dank u wel. Goeie toevoeging. Goed, allereerst dank voor de uitnodiging. Ook alle aanwezigen, goed dat u er bent. Ik denk ook leuk voor ons als politie om aan tafel te zitten en wat toelichting te kunnen geven. Dit blok is met name gericht op de juridische kaders, op het gebied van veiligheid, handhaving, privacy. Maar ik wil graag beginnen met het feit dat de ontwikkeling van de drones eigenlijk vooral een hele mooie ontwikkeling is, waar heel veel partijen ook hun voordeel mee kunnen doen. Technologisch gezien is het een prachtige ontwikkeling en ook als politie, even voor degene die dat niet weet, ik ben zelf ook van de luchtvaartpolitie, wij zijn ook van luchtvaart, dus wij zijn eigenlijk gek op alles wat vliegt. Dus op zich vinden wij dit ook een prachtige ontwikkeling. Wij zijn daarop geen uitzondering. Wij bewegen ons binnen de wettelijke kaders die er zijn en waar het gaat om eigen gebruik staat veiligheid altijd voorop. En ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste moet zijn. We hebben zelf een luchtvaartbedrijf in huis als politie. En wij kennen derhalve zelf ook de wet en regelgeving goed. Maar ook wij zien, aangezien we zelf ook gebruiker zijn en tevens handhaver, zien wij ook dat de wet en regelgeving best wel complex is op dit moment. Er zijn verschillende regelingen, er is verschillende wetgeving van toepassing. En dat maakt het voor de gemiddelde gebruiker af en toe best wel heel ingewikkeld. Dat beseffen wij ons terdege. De wetgeving die er is, is historisch gezien heel verklaarbaar. Komt voort uit de luchtvaart. En daar is eigenlijk maar één principe leidend en dat is de veiligheid in het luchtruim. Dus dat waar de wetgeving uit voort is gekomen, is eigenlijk alleen maar het voorkomen van ongelukken. Wat wij zien als politie is dat de ontwikkeling op dit moment van drones harder gaat dan dat de wet en regelgeving heeft kunnen bijhouden. Ook dat is verklaarbaar, maar het is wel een feit. Er is bij het grote publiek, en dat zien wij vanuit de handhavingskant, te weinig bekendheid over de wet en regelgeving.
en te weinig bekendheid over de gevaren die het vliegen van drones met zich kunnen meebrengen. U heeft 30 seconden, dan zitten we nog 3 minuten. Dit leidt af en toe tot gevaarlijke situaties. We hebben afgelopen weekend daar nog een mooi voorbeeld van gezien, waarbij hulpverleners niet kunnen vliegen doordat er iemand met een drone actief is. De nieuwe regelgeving die in concept staat bij de EU is goed, zit goed in elkaar. We zijn er heel blij mee. Maar het zal nog wel even duren voordat die van kracht is. En in de tussentijd zullen we toch even moeten doen met wat we hebben. Nogmaals, onze grootste zorg is de veiligheid in het luchtruim. Met name in die onderste luchtlaag bij de hobbymatige vliegers. En de bekendheid van het grote publiek met de wet en regelgeving en de gevaren. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we door naar de heer Jan Hazes, majoor. Ja, voorzitter, leden van de commissie en ook alle aanwezigen hier. Bedankt voor de uitnodiging en de gelegenheid om te spreken. Ik zal vanuit mijn defensieoptiek een bijdrage leveren aan discussie over de huidige en toekomstige droneregelgeving. Defensie ziet als geen ander de nut en noodzaak in van ontwikkelingen op het gebied van drones. Tegelijkertijd moeten aspecten als luchtvaartveiligheid en security van vitale infrastructuur niet uit het oog worden verloren. Voor wat betreft de luchtvaartveiligheid maakt Defensie zich vooral zorgen om het borgen van de veiligheid van de laagvliegoperaties met helikopters. Vluchten op lage hoogte zijn noodzakelijk om de getraindheid van de militaire vliegers op peil te houden. Drones vormen naar onze mening en recente ervaringen een bedreiging voor het veilig uitvoeren van deze vluchten. Onze zorgen gaan voornamelijk uit naar de snel groeiende groep recreatieve dronegebruikers die naar onze mening niet aantoonbaar over de noodzakelijke kennis en ervaring beschikken om veilig deel te kunnen nemen aan het luchtverkeer. Dit hiaat zou grotendeels opgelost kunnen worden door een betere dynamische informatievoorziening voor de drone-operators in de vorm van bijvoorbeeld een smartphone-app. En hierin zou dan near real-time aangegeven kunnen worden waar wel en niet gevlogen mag worden en onder welke voorwaarden. En het zou helemaal mooi zijn als je dit rechtstreeks gekoppeld zou kunnen krijgen aan de software van de drone. Stel het gebruik van een dergelijke app verplicht en je hebt gelijk een handhavingsinstrument. En het wordt al gebruikt in de sportvisserij. We hebben minder problemen met de beroepsmatige drone-operators die over een volwaardig ROC beschikken. Een ROC stelt proportionele eisen aan de veiligheidsaspecten die overeenkomen met die van de bemande luchtvaart. Ik zou er voorstander van zijn om een ROC verplicht te stellen voor de beroepsmatige drone-gebruikers. Een bijkomend voordeel is dat hen ook meer gebruiksmogelijkheden geeft voor het vliegen met drones. Het behalen van een ROC moet er wel meer toegankelijk worden gemaakt, want op dit moment zijn de kosten van een ROC relatief hoog. Ook Europa heeft inmiddels de risico's erkend van het integreren van drones met de bemande luchtvaart. De voorgestelde regelgeving stelt in veel gevallen een opleiding en registratie verplicht voor drone-operators en stelt ook maatregelen voor ter verbetering van de informatievoorziening. Naar mijn mening bieden de door Europa voorgestelde regels ook voor Defensie een prima basis voor een meer evenwichtige drone-regelgeving dan nu het geval is. De huidige en toekomstige drone-regelgeving biedt echter weinig invulling aan de security-zaken. En die is ook erg belangrijk. Dit is een aspect wat wij nationaal nog moeten invullen in samenwerking met de hiervoor verantwoordelijke ministeries. Te denken valt onder andere aan het instellen van drone-no-fly zones. En deze mogelijkheid wordt inderdaad ook voorgesteld in de nieuwe Europese regelgeving. Tot zover en bedankt. Dank u wel, de heer Hazes. Dan gaan we door naar de heer Blok, hoogleraar, Universiteit van Utrecht. Ja, dank u wel. Dank u wel ook voor de uitnodiging om hier te komen spreken. En hier even het oefeningetje doen met de microfoon. Mijn expertisegebied ligt op het gebied van het privacyrecht, dus ik denk dat ik gevraagd ben om daar wat over te vertellen. En dat is dan de vraag welke regels nu van toepassing zijn en zullen worden en of daar nog aanvullende regels moeten komen. Ik denk dat daar op het privacygebied het goede nieuws is dat er al heel veel regels zijn. Op dit moment is dat de wet bescherming persoonsgegevens en die zal in mei van dit jaar worden vervangen door een uit Europa afkomstige algemene verordening gegevensbescherming. Dat is voor de meeste sectoren is dat de bepalende regelgeving. Dus dat is denk ik het goede nieuws dat er al een juridisch kader is op dit gebied waar je aan zou kunnen toetsen. Dat juridisch kader is ook net technologie-neutraal geformuleerd. Dus dat is niet heel specifiek afhankelijk van bepaalde
vormen van drones. En drones kunnen daar ook onder vallen. De keerzijde van zo'n vrij abstracte manier van formuleren is wel dat de regels wel wat nadere invulling nodig hebben in bepaalde gevallen. En die is er ook al. Het ministerie van Justitie heeft een handleiding geschreven op dit gebied over hoe je de wet bescherming persoonsgegevens zou moeten uitleggen met betrekking tot drones. En ik begrijp dat is aangekondigd dat iets soortgelijks zal gaan gebeuren voor de aanstaande verordening. Dus daar zijn we al een heel eind. Een tweede punt wat ik wel zou willen maken is dat een van die regels waaraan een gebruiker van een drone zich dan zal moeten houden, is dat je bij de instrumenten die je gebruikt privacyvriendelijke maatregelen opneemt eigenlijk in de technologie, privacy enhancing technologies. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen denken bij drones en als daar een camera in zit en je voor de toepassing het helemaal niet nodig is om personen te identificeren, dat je dus dan ook technisch het zo regelt dat er mensen niet herkenbaar in beeld zullen komen, bijvoorbeeld door het blurren van gezichten. Die regels die gelden alleen wel voor de gebruiker van de drone en dus niet zozeer voor de producent, leverancier van de drone. En dat kan je afvragen of dat bij de particulieren en de kleine gebruiker, of dat wel reëel is dat die daar dat soort maatregelen neemt. En ik zou me kunnen voorstellen dat je daar wat meer verantwoordelijkheid legt aan de andere kant, als u mij begrijpt. Dat waren mijn twee punten. Dank u. Dan gaan we door naar de heer Arjan Frens, plaatsvervangend directeur VWIN. Ja, dank u wel, voorzitter, leden van de commissie voor de uitnodiging. VWIN is de Vereniging van Drinkwaterbedrijven. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van drinkwater in Nederland. Een goede drinkwatervoorziening is van groot belang voor de volksgezondheid en het functioneren van de samenleving. De drinkwatervoorziening behoort dan ook tot de topvitale infrastructuur in Nederland. En dat schept ook allerlei verantwoordelijkheden. En wij hebben, zeg maar, als het gaat om drones, gekeken, zeg maar, naar wat de mogelijke effecten kunnen zijn. En als je dan daarnaar kijkt, dan komen we echt tot een viertal categorieën. Ten eerste spionage, verkenning ten aanzien van een mogelijke fysieke aanslag. Ten tweede verstoring van telecommunicatie, beveiligingssystemen. Ten derde, zeg maar, gewoon fysieke schade aanrichten aan spaarbekkens, infiltratieplassen en onttrekkingspunten in de rijkswateren. En als laatste, zeg maar, benoemen we dat bij niet bedoelde problemen die ontstaan doordat amateurs drones laten vallen in onze spaarbekkens. Deze drones-systematiek voor ons is de systematiek op de fysieke beveiliging op de grond, noem ik het maar even, is logisch. Dat is voor ons ook een belangrijk issue als vitale sector. Dat betekent dat wij alle maatregelen nemen die daartoe noodzakelijk zijn. Echte maatregelen in het luchtruim kunnen wij niet nemen. Daar hebben wij geen bevoegdheid voor. En daarom is voor ons die huidige regelgeving en de mogelijke wijziging daarvan enorm van belang. En in de huidige drone-regelgeving staan geen restricties ten aanzien van de bekkens voor de drinkwatervoorziening. En wat ons betreft, ter bescherming van de continuïteit van de drinkwatervoorziening, zouden wij voorstellen om in de regelgeving aan te vullen een vliegverbod van vluchten, zeg maar, in gebieden van oppervlaktewaterlichamen waar onze spaarbekkens liggen. Twee, waar onze infiltratieplassen liggen voor de drinkwaterwinning. En drie, onttrekkingspunten in de rijkswateren. En dat zou wat ons betreft in de regelgeving aangepast kunnen worden. En als het gaat om handhaving als laatste. Wij willen best de handschoen ook aanreiken, ook om in de handhaving met BOA's daar een rol in te spelen. Wij snappen dat de handhaving ook best ingewikkeld is. Dat is denk ik ook een generiek probleem. Maar we willen best daar ook een rol in vervullen en daar een handschoen aanreiken aan de oplossing om dit probleem op te lossen. Dank u wel. Dank u. Dan gaan we naar de laatste spreker, de heer Kruiswijk van ILT. Dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging. Ik maak graag gebruik van de eerste minuten om me even voor te stellen en mijn positie weer te geven. Ik werk bij de Inspectie Leefomgeving en Transport bij de afdeling die zich bezighoudt met luchtvaartvergunningen. Wij bij ILT maken geen regelgeving, we stellen ze dus niet op, maar we werken ermee.
En voor drones betekent dat enerzijds een pakket regels voor drones die uitsluitend voor sport, recreatie of een luchtvaartvertoning worden gebruikt. Hiervan zijn er zo'n 100.000 in Nederland volgens de Bosatlas voor de veiligheid. Daar heb je geen vergunning voor nodig en dus geen individueel papierwerk vanuit onze kant. Het toezicht wordt hoofdzakelijk gedaan door onze collega's van de politie. Dan heb je de drones die beroepsmatig worden gebruikt. Daarvan zijn er naar schatting zo'n 1500 in Nederland. En daar zit onze focus op. En qua handhaving vooral bestuursrechtelijk. Dat wordt straks iets anders als de Europese verordening in werking zou gaan treden. Een groot verschil in de systematiek is dat veel vergunningen worden vervangen door zogenaamde declaraties. Dat wil zeggen dat een bedrijf kan verklaren dat zij eraan voldoen zonder dat van tevoren dat hoeft te worden gecontroleerd. Bij de IOT hebben we ook een analysebureau luchtvaartvoorvallen. En daar komen de meldingen binnen, ook over drones. En we koppelen dat aan de meldingen die bij de politie binnenkomen. En die koppeling leidt tot overzichten die we periodiek uitgeven. Er zitten vrij veel incidenten over drones bij en dat zijn vooral recreatief gebruikte drones. Een logische verklaring kan zijn dat deze groep zich onvoldoende bewust is van de risico's. Men realiseert zich bijvoorbeeld niet dat even kijken hoe hoog die kan tot een botsing met een verkeersvliegtuig kan leiden. Men realiseert zich ook niet dat 2 kilo drone net zo goed door het dak valt als 2 kilo baksteen. Bij een groot deel van de dronesector, ook de professionals en met name de RSC Lights, ontbreekt naar ons idee de veiligheidscultuur nog. Dat blijkt onder andere uit het volledig ontbreken van incidentmeldingen. Men moet dat wel, maar het doet dat niet. Dat is wel een zorgenpuntje. Omdat veel ondernemers die met drones beginnen geen idee hebben van de luchtvaartwetgeving, stoppen we heel veel energie in het verstrekken van informatie. Veel staat op onze website en daarom hangt nog een extra website over de handboeken die de RSC-houders moeten maken. Ook hebben we de regelhulp voor drones die maatwerkadvies geeft over wat je moet doen voor een vergunning en wat jij dan mee mag. Uit de diverse position papers over drones blijkt wel dat we allemaal naar hetzelfde kijken, maar iets anders lijken te zien. Dat is niet zo erg, zolang we daarover in gesprek zijn met elkaar en zo min mogelijk over elkaar. Hoe dan ook, ik ben heel benieuwd naar uw vragen en die zal ik vanuit mijn expertise en ervaring met dit onderwerp graag antwoorden. Dank u wel. Dank u wel, Alan, voor de inbreng. En dan ga ik naar de Kamerleden. Ieder 2 vragen. In eerste instantie, dan mocht we tijd hebben, pakken we de vragen bij de heer Dijkstra, Remco Dijkstra. Dank voor uw bijdrage. Dank ook voor de mensen die ook allemaal de position papers hebben toegezonden. En als u die nog heeft, dan zien we die via de Griffie ook wel. En ik weet dat er heel veel mensen ook meekijken, die ook zwaar geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Want het is toch wel iets nieuws. En aan de andere kant, ja, super interessant met veel kansen, maar ook wel bedreigingen. En daarom zitten we hier om daarvan te luisteren en kennis van te nemen. Ik stel de eerste vraag aan mevrouw Lokhorst van de Nationale Politie. U gaf een voorbeeld, u noemde terloops, maar dat hulpverleners werden beperkt in hun activiteiten, om hulp te verlenen dan. Maar wel benieuwd naar dat voorval, waarbij dan een drone blijkbaar ergens in de buurt was, waardoor je niet kon doen wat je moest doen. En wat voor gevolgen dat heeft? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is dan aan meneer Hazes van de Nationale Luchtvaartautoriteit, major, moet ik zeggen. Even kijken, en ook meneer Van de Veven, die had het over no-fly zones. Nou, meneer Van de Veven gaf het aan, maar u nog niet zo erg. En ik vind het nogal wat, 150 meter hoog, of hoe hoog mag je met zo'n amateur ding? Maar er vliegen ook helikopters. En waar moet je dan in Nederland no-fly zones krijgen? Is dat alleen op die spaarbekkens waar meneer Van de Veven over heeft, of op veel meer situaties? En eigenlijk moet je wel afvragen van ja, van waar moet je überhaupt vliegen? Moet je als amateur wel kunnen vliegen met zo'n drone? Want ik zie ook juist de eisen die er zijn, mensen die serieus met dit vak bezig zijn en alle kansen zien, voor fotografie, voor nou, noem het maar op, die hebben enorme regels en die houden zich aan, maar de amateur die is nergens aan gebonden en die kan eigenlijk veel meer dan iemand die er echt serieus mee bezig is. En dat is een hele rare situatie. En maakt die Europese regelgeving, dat is een vraag aan u allen eigenlijk, maakt die daar dan ook een eind aan? Want u was een aantal van u was daar tevreden over, maar ik zie die afstanden die ook gevlogen met dat open karakter van het Europese, dus ook fors. Dus graag een reactie op dit soort punten. Ja. De heer Paternotte, excuseer.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook veel dank voor uw komst. En ook mooi dat we dit onderwerp aanvliegen en dan in het begin met de handhaving. We gaan het straks in de komende hebben over alle kansen die drone-technologie verder kan bieden. Ik zou u twee vragen willen voorleggen. Allereerst kijk ik even naar de heer Frens, omdat u natuurlijk terecht wijst op de drinkwaterbekkens. Mijn vraag is ook, zijn er ook mogelijkheden om te zorgen dat die drinkwaterbekkens zelf beschermd kunnen worden tegen de risico's die natuurlijk vanuit drones kunnen komen, maar misschien ook andere manieren van vervuiling die u noemt. En dan bij de heer Kruiswijk. Na een ROC-vergunning is het zo dat het autorisatietraject soms nog wel een jaar duurt. En de vraag die ik u zou willen stellen is of er mogelijkheden zijn om dat proces te versnellen. Omdat in de tussentijd er immers formeel niet gevlogen mag worden. Dank. Eerste vraag van de heer Dijkstra gericht en mevrouw Lokhorst. Melkos. Ja, het incident van afgelopen weekend betrof, we hadden weer eens ijs in Nederland, hè? Betrof een melding over een schaatser die door het ijs was gezakt. En zowel de politieheli als de traumaheli waren onderweg. En door de bemanning van de politiehelikopter werd geconstateerd dat er daar iemand met een drone actief was. Ja, dan houdt het voor ons gewoon op en voor trauma ook. En het resultaat was dat wij daar gewoon niet konden optreden. Ja, en dat betekent dat iemand die door het ijs is gezakt, dat je die dan met rust laat omdat je je eigen veiligheid gaat voor. Is dat dan een soort stelregel waardoor die helikopter dan niet kan komen? Ja, in dit geval was het zo dat er ook vanaf de kant met een boot en dergelijke hulp is gekomen. Dus in dit geval liep het gelukkig goed af. Maar wat ik er wel mee wil aangeven is dat het gewoon, zeker bij recreatieve gebruikers, want we zien dit heel eerlijk en we zien dit eigenlijk nagenoeg nooit bij beroepsmatige vliegers. Daar hebben we bijna nooit problemen mee. Het is echt een recreatieve vlieger die zich gewoon niet bewust is van het feit dat dat niet samengaat. En in dat opzicht is het wel goed om even door te pakken op de concept EU-verordening. Daar is wel degelijk een stuk in opgenomen waarin staat van nou, op het moment dat er hulpverleners actief zijn in het luchtruim, dan wordt er van een dronevlieger verwacht dat hij stopt met vliegen. Dus dat hij hem laat landen. En ik denk dat dat heel goed is dat dat erin is opgenomen. Oké. De volgende vraag was gericht aan de heer Hazes en de heer Frens van de heer Dijkstra. Ja, dank u wel voor de vraag. Je had het over drone no-fly zones. Dat is een term die in de nieuwe Europese regelgeving wordt gehanteerd, om daar een beetje vorm aan te kunnen geven. Dat is eigenlijk het sterkste maatregel wat je kan treffen om een gebied af te schermen voor dronegebruik. In de huidige luchtvaart hebben we ook gebieden die gewoon afgeschermd zijn voor overige vliegactiviteiten. We hebben deze locatie hier bijvoorbeeld is ook gewoon een drone no-fly zone. Sterker nog, je mag hier helemaal niet vliegen met tot op een bepaalde hoogte. Dus voor bepaalde situaties passen we dat al toe. U stelt terecht dat de Europese regelgeving die stelt toch op redelijk hoge hoogtes voor, ook voor de amateurs. Maar tegelijkertijd worden daar ook meer eisen aan de dronegebruikers gesteld. Opleidingseisen, elektronische eisen aan de drones. Dus op die manier, het gaat er helemaal vanuit van wat voor veiligheidsmaatregelen staan er tegenover om drones al dan niet toe te staan in een bepaald stuk luchtruim. Als de activiteiten dusdanig zijn of de locaties dusdanig lang zijn dat we het helemaal niet willen, dan ga je inderdaad over tot de maatregelen tot het stellen van drone no-fly zones. Kijk, dat wil natuurlijk inderdaad niet zeggen dat je als amateur nergens zou mogen vliegen. Ook de Europese regelgeving die biedt de mogelijkheid zeker om in verenigingsverband met modelvliegen en dergelijke activiteiten gewoon voor te zetten op bepaalde locaties. Dus wat dat betreft is het gewoon een prima aanvullend hulpmiddel ter bescherming van de luchtvaart en ook objecten op de grond, zeg maar vitale infrastructuur. Dus vraag je mee goed, Bant? Het is, de no-fly zones is op zich wel een zwaar middel, maar het is wel heel duidelijk, hè? Ja. Het mag of het mag niet. Sommige stellen, van met name mensen die actief zijn en een business hebben in die fotografiewereld, het is een hele mooie toepassing natuurlijk van drones, fantastisch, maar die zeggen er zijn zoveel no-fly zones, hoe moet ik dat duiden? Zijn dat inderdaad enkele gebieden zoals hier en misschien het paleis van de koning en dat soort dingen? Of is het veel breder dan dat? Het is veel breder, alleen je moet het zien in de context van het dronegebruik. We hebben nu ook al in de regelgeving verschillende categorieën drones. We hebben amateurs. We hebben de ROC-light-categorie, die beperkt is in zijn activiteiten. En we hebben de volwaardige ROC-categorie.
Nou, als zij voldoet aan de zwaarste eisen en aan kan tonen dat zij vliegoperatie veilig uit kan voeren in bepaalde gebieden, mag je daar komen. Terwijl, als hij dat niet kan, dan zeggen we, dan doen we dat niet. Dat houdt dus in dat als iemand gewoon beter, zeg maar, zijn zaakjes voor elkaar heeft en dat aantoonbaar veilig kan doen, dat die bijvoorbeeld wel ergens gewoon kunnen vliegen en dat er voor een andere categorie, stellen dat het een no-fly zone is. Dus je kan bijvoorbeeld amateurs uitsluiten van een bepaald gebied. En dat doen we nu ook al, als je gaat praten over mogelijk vliegen in de buurt van vliegvelden. Dan sluit je een bepaalde categorie daarvoor uit. Maar een categorie die aantoonbaar veilig kan vliegen, dan zeggen we van nou, dat is prima. Op zo'n manier moet je dat zien. En begreep ik goed van iemand die zei, er zijn 100.000 gewoon drones die je via de Bart Smit kan kopen. En die mensen die weten die regels natuurlijk niet. Krijg je die enige voorlichting in zo'n winkel als je zo'n ding koopt van 300 euro? Of, je kunt regels hebben, maar als niemand ze kent. Het ligt er volgens mij niet bij die 1500 mensen die geregistreerd zijn en die netjes hun werk willen doen. Maar bij de amateurs natuurlijk. Oké, los van de sluipreclame van Bart Smit, wie kan hierop reageren? Het is zo dat er een dronekaart is gepubliceerd, waar vrij veel aandacht aan besteed is, ook via postercampagne. Dus het ministerie heeft vorig jaar een aantal keren via radiospotjes en posters geattendeerd op de bestaande regels. En een dronekaart gepubliceerd, waarop exact is aangegeven tot op straatniveau kan je inzoomen om te kijken of je daar mag vliegen of niet. Dus er is wel heel veel aandacht. Dat zien we ook terug bij de zaken die bij de rechter zijn voorgelegd. Dus in het begin zei de rechter van ja, je kan redelijkerwijs niet erop vertrouwen dat de particulier weet wat hij moet weten. Maar intussen is er zoveel publiciteit over de regels geweest dat je echt bestraft wordt en dus echt moet kijken van waar het kan en waar het niet kan. Oké, dan gaan we door naar de heer Frens. Laatste vraag van de heer Dijkstra. Ja, dank u wel voor de vragen. De heer Dijkstra vroeg of Europese regelgeving een eind maakt aan de, of het soelaas biedt voor onze problematiek, zeg maar, ook voor de drinkwaterbedrijven. Volgens mij is het helder antwoord daarop nee. Vitale infrastructuur wordt daar niet in gecoverd, dus op dit moment niet. Ik merk overigens in contacten met de collega's van waterbedrijven in andere landen dat de regelgeving een, ja, mag ik het voorzichtig zeggen, een soort lappendeken is, zeg maar. Dus enige, ja, ik sprak toevallig met collega's uit België. Ik begrijp dat ze daar, daar zeiden ze, ja, in de waterbekkens hebben we geen probleem, want hier is een verbod om te vliegen in waterbekkens. Dus ik zei, nou, dat hebben we in Nederland nog niet. Maar misschien dat Europa, voor een kans is voor Europa om goed Europese regelgeving te maken die enige solaris biedt, ook voor de vitale infrastructuur. De andere vraag was van de heer Paternotte over de bekkens, zeg maar, die weet ik ook, waar we natuurlijk veel meer dreigingen hebben vanuit, noem maar Gen X of andere stoffen, zeg maar, actuele opkomende stoffen waar we mee te maken hebben. Generiek kan je zeggen dat bij, of het nou stoffen zijn die in het water komen of dreigingen met drones, de verantwoordelijkheid voor de bescherming van rivieren en voor het oppervlaktewater ligt bij waterschappen, Rijkswaterstaat. En dat is niet onze rol. En dat betekent, nog los van het technische aspect, zeg maar, dat het vrij grote bekkens zijn. En ja, dat heel moeilijk voor ons, zeg maar, als drinkwaterbedrijf zonder een bevoegde instantie, is dat niet mogelijk. Onze verantwoordelijkheid is goed drinkwater maken en toezicht houden. En we zijn geen politie, om even zo te zeggen. Oké, dan hebben we nog de heer Kruiswijk. Ook op de heer Paternotte. Is die al beantwoord? Nee. De heer. Volgens mij had ik de vraag over de behandeldheid van een aanvraag voor een ROC. En het is zo dat die behandeldheid soms lang is, ook veel langer dan ons als beoordelaars lief is. Wij hebben daar enorm veel in geïnvesteerd in voorlichting. Dus we hebben een zeer uitgebreide leidraad gepubliceerd waarin je tot in detail staat aangegeven van wat de bedoeling is van wat je moet doen.
Wij hadden gehoopt dat daarmee het tempo hoger werd. Eigenlijk de kwaliteit van de aangeboden handboeken hoger werd, want dat is dan het doel. De lange behandelduur zit vooral in het heen en weer sturen van commentaar. En ja, als je minder commentaar hoeft te leveren, ben je ook sneller klaar. Zo simpel is het. Voorzitter. Dank. De heer Paternotte. Als je het hebt over een doorlooptijd van een jaar bij in dit geval de innovatie bij drones gaat behoorlijk snel natuurlijk. Dan is dat moeilijk je voor te stellen. En ook uit uw verhaal krijg ik de indruk dat u zegt, ja, dat is lang en we hopen dat het beter wordt. Maar we zien dat het zit in dat er veel commentaar heen en weer gaat. Dat klinkt mij alsof er meer een ingreep nodig is om te voorkomen dat het hetzelfde blijft of misschien zelfs erger wordt. Ligt die voor de hand nu? Gaat die met een hele andere manier werken om dat autorisatietraject vorm te geven? Of zegt u, ja, we houden het zo? Nee, we zijn aan het overstappen naar systematiek waarbij de aanvrager ook zelf onderzoekt of zijn handboek aan de eisen voldoet. Dat moet gewoon echt heel veel gaan helpen en we zien daar wel ook signalen. Maar het blijkt ook echt binnen 2 maanden te kunnen. Maar dat hangt echt af van het begrip over wat erin staat en hoe men dan omgaat met die informatie. Kijk, als je dus echt 40 of 50 bladzijden commentaar moet leveren op een handboek, dat is echt te veel van het goede. Dus het alternatief is terugsturen en zeggen dat het niet is. Dus wij zitten echt nog in de modus dat we de aanvragers begeleiden in het hele traject. En daar moeten we ook zoveel mogelijk van af, denk ik. Dus de informatieverstrekking over wat verwachten we nu precies, die gaat nog beter worden. We zijn nu bezig met een nieuwe slag, met meer details, waarbij we nog naast aangeven van wat de bedoeling is, ook voorbeelden aangeven van wat de goede formulering is, zodat men die teksten kan overnemen en simpelweg kan plaatsen in het handboek. Dus wij gaan ervan uit dat het op die manier nog beter moet gaan. Oké, dank. Inmiddels ook de heer Koopmans, VVD, aangesloten. En de heer Paternotte, die was al aan het woord, initiatiefnemer van dit ronde tafel. De heer Koopmans, misschien nog aanvullende vragen aan deze groep. Voorzitter, dank u wel. In mijn excuus dat ik laat ben. Ik kom net uit een debat over de privacyverordening. Dus misschien mag ik dan ook meteen een privacyvraag stellen. En een tweede vraag, met vooraf excuus als deze vragen al gesteld en of beantwoord zijn. Mijn privacyvraag over drones is als volgt. Nu drones steeds kleiner worden en ik hoor al van drones die lijken op libelles en zo. Misschien zijn het straks in de vorm van vliegen. Dat je echt een vlieg op de muur hebt die dingen kan volgen. Hoe kunnen we ons daartegen beschermen? Is dat nodig? Is dat mogelijk? En een volgende vraag is, want even voor duidelijkheid, als je dat ook dus in de speelgoedwinkel zou kunnen kopen, dat iemand gewoon een vlieg kan kopen met een drone, is dat dan onschuldig speelgoed of is dat dan het einde van de privacy? En de volgende vraag is handhaving, los even van de regelgeving die er is. Als kwaadwillenden, of dat nou terroristen of gewoon criminelen of kwajongens zijn, als kwaadwillende drones gebruiken om slechte dingen te doen, los van de regelgeving, wat kunnen we handhaven? Mensen die zich niet houden aan die regelgeving, kunnen wij kwaadwillende drones onschadelijk maken? En zo nee, hoe gaan we daarmee om? Aan wie stelt u die 2 vragen, heer Koopmans? Mijn privacyvraag is misschien eerst aan de mij welbekende privacy-expert, professor Blok. En de handhaafvraag zou ik zeggen, ik zie in ieder geval 2 mensen, 2 experts van de handhavingskant. Die zou ik dat willen vragen. De heer Blok. Goed, dank u wel voor uw vraag. U stelt dus de vraag, als die drones steeds kleiner worden, dan, als ik het goed begrijp, dan zegt u, ja, dan worden de
De privacy-implicaties kunnen dan groter worden. En ik denk, daar ben ik het met u eens. Want een van de belangrijke principes in de privacy-regelgeving is transparantie. Dus dat je als degene die in beeld komt, op zijn minst dat het duidelijk moet zijn dat die mogelijkheid bestaat. En dat en hoe kleiner ze worden, hoe meer in transparantie. Dus daar ben ik het met u eens. Hoe bescherm je je daartegen en hoe handhaaf je dat? Het hangt denk ik voor een deel samen met mijn punt in de eerste ronde, dat de privacyregels zoals we die nu kennen, die zijn gericht op de gebruiker van bepaalde de technologie waarmee gegevens kunnen worden verzameld en niet specifiek op de aanbieder daarvan. En dat was mijn punt in de eerste ronde. Daar zou je wel wat meer verantwoordelijkheid kunnen leggen bij de aanbieders. Dus als daar instrumenten, dus drones, worden aangeboden die vanuit het privacy-oogpunt zeer discutabel zijn, dan moet je inderdaad afvragen, moet je dat wel gewoon kunnen aanbieden in de speelgoedwinkel? Dan de tweede vraag. Die werd gesteld even aan, moet ik even checken. De heer Kommers had twee vragen. Eerst aan de heer Blok. Ik had de vraag over privacy. Ja. Die is nu, dat is het begin van het antwoord in ieder geval gegeven door de heer Blok. Mijn vraag over de fysieke handhaving, los van de regelgeving. Hoe ga je het nou fysiek handhaven? Excuseer, de handhavers. Wie wil erop reageren? Ja, ik kan er wel op reageren. In die zin dat als het gaat om fysieke handhaving, ja, op het moment dat mensen ergens vliegen waar ze niet mogen vliegen, of er komt een melding binnen, of dat is altijd gericht op het achterhalen van het besturen van de drone. Dus daar zal altijd de reactie is altijd gericht op vindt de dronebestuurder, even simpel gezegd. En vervolgens is er inderdaad handhaving nodig. Hè. We kunnen ze in beslag nemen, verbaliseren. Nou, kortom, het instrumentenpaneel wat we tot onze beschikking hebben. Dus het staat nooit los van de wet en regelgeving. Je kan in dat opzicht kun je wel handhaven. De heer Hazes nog misschien reageren of aanvulling? Ik ben het in ieder geval volledig eens met het verhaal van mijn buurvrouw. Wat je wel moet realiseren is dat mensen die je kwaad in de zin hebben, die ga je niet tegenhouden met regelgeving, die ga je niet tegenhouden met verboden en dergelijke. Als wij hier drones zouden verbieden, halen ze hem ergens anders vandaan. Het gaat er meer om, en dat is ook een zorg die wij binnen Defensie hebben en waar ook actief naar onderzocht wordt, is naar mogelijkheden om drones actief buiten werking te stellen. Dat is dan eigenlijk het enige wat je kan doen. Handhavend regelgevend kader is wel belangrijk om in ieder geval aanleiding te geven om mensen erop aan te kunnen spreken als je verdachte activiteiten zet. Als je geen regels hebt, kan je er eigenlijk ook niet, kan een handhaver daar eigenlijk weinig mee doen. Maar goed, ja, als iemand echt kwaad in de zin heeft, dan heb je wel een uitdaging. En denk dat daar, maar dan kom je in een heel ander domein, dan zit je meer in de inlichting en domein. Dus gewoon een goede samenspraak tussen opsporingsambtenaren en de inlichtingen diensten om die dreiging op een zo vroeg mogelijk moment te kunnen detecteren. Dank. Nog een aanvullende vraag? Daarna heb ik zelf nog één vraag en dan gaan we afronden. Dank u wel. Ik ben de woordvoerder privacy en niet de woordvoerder terrorisme of criminaliteit of drones. Dat is mijn collega Remco Dijkstra. Maar toch, de antwoorden over de handhaving. Ik hoor, ja, we gaan dan op zoek naar de bestuurder. En ik hoor, we moeten inlichtingenwerk doen. Maar mijn vraag is een andere. Er is gewoon een drone die vliegt. En die is misschien een bedreiging. Of het nou een bedreiging voor de privacy is, of een criminele of ergere bedreiging. Ja, dan kan je misschien wel op zoek gaan naar de bestuurder. Maar eerst wil je die drone onschadelijk maken. En dan ben ik eerlijk gezegd niet gerustgesteld als u zegt, ja, dan gaan we op zoek naar de dader. Dus is er niet wat meer? Of zeggen wij nou regelgeving en opsporing achteraf en inlichtingenwerk is alles? Als dat zo is, dan vraag ik toch nog even om wat meer. Dank u. Kort reactie daar nog op, als u dat wilt. Kijk, het is een rondetafelgesprek, u mag u feitelijk
vragen beantwoorden en politieke vragen, die kunt u voorbij laten gaan. Mijn feitelijke vraag is, wat kan je er tegen doen? Dat is gewoon een feitelijke vraag. Mijn feitelijke vraag, als het wist, dan waren we eruit. Nee, dat is gewoon een hele ingewikkelde kwestie. En een voorbeeld wat u aangeeft, er vliegt een drone. Ja, gaat er een dreiging vanuit? Ja, dat weet je niet. En wat ik al zei, van ja, hoe ga je dat dan onderkennen? En dat is gewoon, dat is best wel een issue. En daar hebben wij hier nu op dit moment geen oplossing voor. Er wordt wel actief gezocht naar oplossingen, maar op dit moment zijn die er nog niet. Oké, dank. Zelf nog een vraag aan de heer Kruiswijk. We hebben het ook over de recreatieve drones gebruikers gehad. Maar hoe zit het met de zakelijke? Is daar een verschil in het vergunningentraject voor zakelijke gebruikers? Want we begrijpen dat ook de brandweer wil daar gebruik van maken. De verzekeraars willen daar gebruik van maken. De asbestsaneerders willen daar gebruik van maken. Zitten daar nog belemmering of verschil aan toekenning van vergunningen? Bedoelt u dat voor de brandweer een andere norm geldt dan voor een gewoon bedrijf? Misschien de eerste vraag, kan gewoon elke zakelijke instelling drones gebruiken? En dan het tweede is, zit daar een verschil aan hè? In vergunningtraject of criteria? Het antwoord op de eerste vraag is ja. Organisaties die de drone alleen voor zichzelf gebruiken, dus niet voor derden, die hebben formeel geen ROC nodig, omdat die ROC is voor vluchten in de opdracht van derden. Dus de brandweer en de politie, die hebben niet die vergunning SEC nodig. Maar ze moeten wel aan alle eisen voldoen die normaal gesproken aan die vergunning zitten. Dat is een beetje een gekunstelde constructie in de wetgeving. Laten we het bij dit voorbeeld blijven. De brandweer, brandweerregio Twente bijvoorbeeld, heeft een handboek en dat moet aan de eisen voldoen. Dus ze moeten ook een handboek hebben en dat handboek moet aan de eisen van de minister voldoen. Nou, de brandweer heeft vervolgens gevraagd aan ons, verifieer alstublieft, van tevoren of het handboek aan de eisen voldoet, om te voorkomen dat bij een inspectie of later bij iets dat niet helemaal goed gaat, blijkt dat ze niet over de goede procedures beschikken. Maar dat is dan, zeg maar, de controle van dat handboek is eigenlijk dus een handhavingsactie en niet een vergunningstechnische actie. Dank, dan zijn we hierbij bij het einde gekomen van deel 1, of blok 1. Hartelijk dank voor uw komst. De Kamerleden, daar is er eentje tussenuit gepiept, maar die komt denk ik zo terug. En dan gaan we ons klaarmaken voor de wissel. Nogmaals dank.
Oké. Beste mensen, we gaan beginnen met het tweede blok. We zitten voor de mensen ook thuis in de rondetafelgesprek over drones. Blok 2 is uitgenodigd, de luchtvaartsector. We hebben een afmelding van de vertegenwoordiger van Amsterdam Airport Schiphol. Die kon helaas niet aanwezig zijn. We hebben Hans-Peter Spies, manager regionaal unit Eelde en Beek, LVNL. We hebben de heer Onno de Jong, Groningen Airport Eelde. We hebben de heer Onno van Veldhuizen, dus twee Onno's, burgemeester van Enschede en voorzitter van de veiligheidsregio Twente. En als laatste de heer Jeffrey en mij, drone-specialist Vereniging Nederlandse Verkeersvlieger VNV. Welkom allen, nogmaals ook welkom de mensen op de publieke tribune en de mensen thuis. U krijgt allemaal 3 minuten de tijd. Bij 2,5 minuten, als ik zie dat het langer gaat duren, dan grijp ik in, anders laat ik het gaan, dan heb ik vertrouwen. De microfoon is belangrijk om te gebruiken, want dan komen de camera's op u gericht voor de mensen thuis. En daarna gaan de Kamerleden vragen stellen. En dan moet alleen melden, waarschijnlijk gaat daar flink de bel rond 3:50, 3:30. Want dan zijn er ingelaste stemmingen. Dan moeten wij even als Kamerleden naar de stemming toe en dan komen ze zo snel mogelijk weer terug. We gaan beginnen. De heer Spies, zeg ik dat goed? Ja. Met dank voor uw uitnodiging zal ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Hans-Peter Spies, als general manager van de regio-unit, lid van het managementteam van LVNL en daarnaast luchtverkeersleider. Als luchtverkeersleider wil ik al het verkeer in het luchtruim veilig afhandelen. Drones horen daar tegenwoordig ook bij. Daar maken we onderscheid tussen drones die professioneel gebruikt worden met de erbij benodigde certificaten, technische uitrusting en procedures die vliegen veilig maken met drones en drones die zonder toestemming in het gecontroleerde luchtruim vliegen. LVNL wil samen luchtvaart mogelijk maken, ook met drones. We kijken naar wat er wel kan. Wij willen actief bijdragen aan een veilige integratie van deze nieuwe luchtruimgebruiker. Voor de goede orde, er zijn nu al veel plekken waar het met drones gevlogen kan worden. Sinds vorig jaar zijn professionele drones toegestaan in de buitenring van het luchtruim rondom de luchthavens Rotterdam, Maastricht en Groningen. Daar krijgen ze luchtverkeersleiding zoals de wet dat voorschrijft. Gisteren was de eerste dronevlucht op basis van nieuwe regelgeving in het luchtruim van Schiphol, de Control Zone, de CTR. We werken aan het vereenvoudigen van de eisen aan de technische uitrusting, zodat professionele dronevluchten steeds meer mogelijkheden krijgen. Wij hebben eerder deze week INT laten weten dat er vanuit LVNL geen bezwaar meer is om een ontheffing te verlenen voor Mode S-transponders, als aan alle aanvullende veiligheidseisen kan worden voldaan. Misschien heel kort voor de mensen thuis in het kader van afkortingen en moeilijke benamingen even een korte toelichting. De control zone, dat is een stuk afgeschermd luchtruim rondom een gecontroleerde luchthaven met een diameter van ongeveer 15 kilometer tot een hoogte van 3000 voet, wat ongeveer 1 kilometer hoog is. Okay. De kennis en ervaring die we daar opdoen, kunnen we toepassen op andere luchthavens. Op termijn voorzien we de integratie van drones in het gecontroleerde luchtruim. Maatwerk voor de verschillende luchtruimklasses, van CTR, de control zone dus, tot de ongecreëerde luchtruim, is daarbij essentieel. Ook zijn er drones waar wij niet van op de hoogte zijn. Daar schets ik u de praktijk van. Luchtverkeersleiders nemen een aantal stappen als er een onbekende drone wordt gemeld door een piloot. Vanuit de verkeerstoren is het vrijwel onmogelijk om een drone met het blote oog te zien. En radarverkeersleiders kunnen alleen drones met transponder zien op de radar. We zijn pas op de hoogte van een drone die per ongeluk of illegaal in het luchtruim vliegt als deze door ons wordt gemeld, door een piloot wordt gemeld. We kunnen dit zelf niet vaststellen. Direct na een melding informeren we piloten in de omgeving en bepalen of het baan- of routegebruik moet worden aangepast. Ook informeren we de luchtvaartpolitie zodat zij kunnen handhaven. Voor de vliegveiligheid is het heel belangrijk dat dronegebruikers de regels kennen en opvolgen. Drones vormen bij gebruik in verboden gebieden een risico voor de vliegveiligheid. Het is voor drones, behoudens specifieke toestemming, verboden om in luchtruim te vliegen waar luchtverkeersleiding wordt gegeven. Toch worden hier drones gemeld. In 2017 zijn er 54 meldingen gedaan, merendeel rondom het luchthaven Schiphol. Wij zijn hierover in overleg met de luchtvaartsector en de overheid om de veiligheid te verbeteren. Want veiligheid is en blijft altijd topprioriteit in alles wat wij doen. Dank u wel.
Dank u wel, heer Spies. Dan gaan we naar de heer Onno de Jong. Dank u, voorzitter. Dank voor de uitnodiging om hier een toelichting te mogen geven. Groningen Airport Eelde heeft in Europa een unieke positie voor het ontwikkelen en testen van toepassingen en innovaties voor drones op de luchthaven en de uiteindelijke integratie van bemand en onbemand vliegverkeer door het opheffen van het verbod om te vliegen met drones in de CTR van Groningen Airport Eelde in oktober 2017. De sector staat te springen om drones veilig te gebruiken in haar dagelijkse bedrijfsvoering met als doel efficiëntie in de operatie, het verhogen van de kwaliteit, capaciteit en de veiligheid. Uitwerking van dit soort concepten op Groningen is ook mogelijk gezien de participatie van de Luchtverkeersleiding Nederland, die op zijn beurt weer bezig is met de ontwikkeling van verkeersleidingssystemen voor onbemande luchtvaart, zogenaamde unmanned traffic management. Ook is Groningen van belang voor de ontwikkeling van procedures voor toepassing op andere gecontroleerde luchthavens zoals Schiphol. Als luchtvaartmaatschappijen haar vliegtuigen bij onverwachte incidenten kunnen inspecteren met drones, bijvoorbeeld na blikseminslag, dan worden vertragingen in dienstregelingen geminimaliseerd, sleepbewegingen met vliegtuigen over de luchthaven sterk beperkt en daarmee wordt het kruisen van start- en landingsbanen voorkomen, waardoor de veiligheid en de capaciteit van een luchthaven wordt verhoogd. Droomvogels om vogels te verjagen zijn een uitstekend middel als uitbreiding op bestaande vogelverjagingsmiddels op luchthavens. De huidige regelgeving verbiedt echter de toepassing daarvan, terwijl de risico's beheersbaar kunnen zijn. Zeker als de sector dit middel verder kan ontwikkelen en kan beproeven op Groningen en later kan implementeren op andere luchthavens. Zo zijn er meer toepassingen die de capaciteit en veiligheid van luchthavens kunnen vergroten door de bedrijfsmatige inzet van drones en daarmee kunnen het aantal voertuigen en luchtvaartuigbewegingen verminderen. Laat ons op Groningen als airport in samenwerking met de luchtverkeersleiding en de airlines hiervoor de concepten, inclusief de risicoanalyses en procedure ontwerpen en draag zorg als overheid dat de wet en regelgeving de toepassing van deze concepten op andere luchthavens één op één mogelijk maakt. Want ondanks de vrijstelling van het verbod voor vliegen met drones in de CTR lijkt het erop dat het regeltechnisch op dit moment niet of nauwelijks haalbaar is om aan alle andere eisen te voldoen. Als je 10 kleine en verschillende testvluchten wil uitvoeren in circa 1,5 uur, terwijl de luchthaven in die fase gesloten is, dan is het toch te gek dat je 10 testplannen en 10 risico'sanalyses moet aanleveren, tot in het kleinste detail, zoals waar de piloot staat tijdens het vliegen. De vraag is dan ook of de overheid voldoende ruimte kan en wil zien, of dat de regelgeving toch nog te stringent is, of dat er een verschil in ontwerp en doel van de wet enerzijds en uitleg en handhaving aan de anderzijds is. Onze oproep is daarom: draag zorg dat de regelgeving en het toezicht erop de snelheid van de innovatie kan bijhouden. En randvoorwaardelijk daarbij is dat beleidsmakers en toezichthouders meer ruimte geven aan de sector zelf om algemene risicomitigerende maatregelen op te stellen en niet meer vooraf elk detail te willen toetsen, om zo onze unieke vooruitstrevende positie op dit vlak te behouden en uit te bouwen. Dank u wel. Mooi binnen de tijd. Dan gaan we naar de heer Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede. Zo is het, dank u. Ik ga gauw beginnen. Drones zijn geen vliegtuigen. En dat lijkt een understatement, maar drones zijn geen vliegtuigen. Net zo min als je in auto's echte paardenkrachten tegenkomt. En ik vind dat we vandaag nog heel erg met elkaar, ook nu, praten over paardenkrachten, echte in auto's. Het is disruptieve technologie en ons huidige systeem past daar niet op. We lopen nu al achter, ook wat ik vandaag hier met alle respect van iedereen hoor. Op Technology Based Twente proberen we ons bezig te houden met vliegen in de 21ste eeuw. En wat heb ik daar als eenvoudige burgemeester geleerd? Wanneer we het over drones hebben, dan moet je een beetje verder denken. Niet meer dat mannetje dat met zijn eigen ogen zijn drone in de gaten houdt. Nee, het zijn vliegende robots. Robots met alle zintuigen die u en ik hebben, alleen beter. Met alle kennis die u en ik hebben, alleen een beter geheugen. En zometeen ook met artificiële intelligentie. En ze komen niet alleen, ze komen in zwermen. En van heel groot tot heel klein. 7x24 uur. Zich niets aantrekkend van grenzen. En in de publieke ruimte. Want uw telefoontje kunt u thuis laten en uitzetten. Dan bent u er digitaal niet. Maar u bent nog steeds zichtbaar voor de drones. En die publieke ruimte, die is van ons. Die is niet van Facebook. Die is niet van Amazon. Die is niet van Cisco. Die is niet van Microsoft. Die is van ons. En zijn we daar dan op deze manier klaar voor?
Nou, zoals ik vandaag heb gehoord, nee, daar zijn we volstrekt niet klaar voor. Eigenlijk, wanneer het gaat over de stad en het denken daarover, hadden we altijd twee lagen. Eentje die we wel kenden, de huizen en de mensen. Als je wat verder nadenkt, daaronder de riolering, de elektriciteit, de kabels. Maar er komt dus nu een hele dimensie aan toegevoegd. De onderkant van de lucht, de publieke ruimte die van ons allemaal is en Internet of Things. En die combinatie die is volstrekt nieuw. Als we denken over privacy, als we denken over vrijheid en gelijkheid, dan moeten we dat ook in de onderkant van de lucht doen voor mensen. Want anders wordt het geen dienende technologie. Ik krijg nu al belletjes van mensen die zeggen, ik heb een drone voor mijn raam hangen op de 12e verdieping. Burgemeester, wat moet ik doen? Ik weet nu dat ik moet zeggen, u moet meneer Blok bellen. Maar dat gaat ook niet veel helpen. Dus het is disruptief en we zijn er nog nationaal, nog internationaal, nog lokaal klaar voor. Ik heb tegen de mensen van Nokia gezegd, ik heb eigenlijk een lokale verkeerstoren nodig. Maar ik denk dat dat ook een beetje te veel paardenkracht danken is en te weinig echt vooruitdenken is. Want we kunnen wel denken, er komen vijandige drones binnenvliegen. Maar wat wanneer ik de drones die daar vliegen kan hacken en als projectielen kan gebruiken? Ik hou me op. U heeft genoeg gehoord. Eén ding wil ik nog zeggen. Wat moeten we doen? Testen, 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 testen. Zo laagdrempelig mogelijk, zo vaak mogelijk. Dat moet op Europees niveau als Missing Link georganiseerd worden. Gebeurt dat niet snel genoeg, dan moeten we het nationaal doen. En dank zo min mogelijk regelgeving, want dat zijn paardenkrachten. En anders zijn we allemaal proefkonijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Van Veldhuizen. We gaan door naar de heer Jeffrey Annemey. Ja. Voorzitter, Kamerleden, hartelijk dank voor de uitnodiging dat ik namens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers mijn visie, de visie mag mij weergeven over drones. Het onderwerp drones heb ik in mijn portefeuille bij de VNV. Daarnaast ben ik gezagvoerder op de Boeing 737 bij de KLM. De VNV is op de hoogte van de snelle ontwikkeling en opkomst van de drones in het Nederlandse en het internationale luchtruim, waarin wij als bemande commerciële luchtvaart op een zo veilige en professionele manier proberen te opereren. Geenszins zijn wij tegen de innovatie en de introductie van drones of ook wel onbemande vliegtuigen genoemd. Integendeel, ook wij zien het nut van de efficiënte technische toepassingen en de economische voordelen en waarbij de ontwikkelijke technologieën wellicht in de toekomst in de bemande luchtvaart gebruikt kunnen worden. Echter, wij hebben ook onze zorgen. We zien namelijk een toename van incidenten van drones met bemande luchtvaart in Nederland en als je kijkt in de wereld zelfs botsingen. De helikopterincident is net weergegeven. In Nederland is de regelgeving gesplitst in een commercieel en een recreatief deel. De VNV is voorstander van strenge eisen voor de commerciële droneluchtvaart. Als professionele gebruiker van het luchtruim dienen de piloot en de operator op de hoogte te zijn van de complexe luchtvaartregels en ze dienen te weten wat de limieten en plichten zijn. Een gedegen opleiding, een betrouwbare drone, een handboek, het verplicht melden van incidenten ter lering zijn slechts onderdelen die een veilige uitvoering mogelijk maken. De VNV ziet de commerciële droneluchtvaart ook niet als bedreiging voor de veiligheid, in tegenstelling tot de recreatieve en de illegale commerciële dronegebruikers. De VNV beschouwt deze groep als een hoog risico die inderdaad moeilijk grijpbaar is. Echter, er blijft een verantwoordelijkheid bij de overheid liggen om deze roekeloze dronegebruikers te belemmeren, een gevaar te vormen voor de talloze passagiers die wij vervoeren. Die groep dronegebruikers verkopen wel een drone in de winkel, Mediamarkt bijvoorbeeld. Zij hebben totaal geen luchtvaartachtergrond en weten dus niet wat de gevaren zijn. Als recreatieve gebruiker moeten zij op dit moment voldoen aan de regeling modelvliegen, maar zijn niet eens op de hoogte van het bestaan ervan. Illegale en dus niet gepreventeerde commerciële dronepiloten kunnen de risico's ook niet goed inschatten van hun operaties door het gebrek aan kennis. Voor deze hoogrisicogroep ziet de VNV graag de volgende maatregelen. Verplichte opleiding tot het behalen van een brevet of een diploma voor alle dronegebruikers, dus niet alleen voor het commercieel gebruik. Deze verplichting waarborgt een gedegen kennis van de geldende regels en beperkingen gezien de complexiteit van het Nederlandse luchtruim. Verder biedt deze verplichting een eenvoudige mogelijkheid tot handhaving en geeft de houder een eigen verantwoordelijkheid. Registratie van drones. Hiermee kan de bestuurder en eigenaar herleid worden en vormt het een drempel voor roekeloos gedrag. Diverse landen hebben dat al.
continue en uitgebreide publiekscampagne. Het grote publiek, maar ook commerciële opdrachtgevers, moeten zich bewust zijn van de regels, gevaren, de plichten en aansprakelijkheden. En tot slot verplichte technische beperkingen. Door middel van ingebouwde zogenaamde geofencing, hoogtebeperkingen en apps voor de situational awareness, ondersteund door geautoriseerde instanties, worden de veiligheidsrisico's rondom de kritische luchtruim, terreinen, gebouwen significant kleiner. Dit moet voorkomen dat collega's van mij van de bemande luchtvaart op 3 kilometer hoogte een drone kunnen tegenkomen. We gaan afronden, we zijn er over de tijd. Ja. Het laatste zal ik, wil ik mee besluiten. Tot slot, het is ook in het belang van de verkeersvliegers dat het luchtruim zo veilig mogelijk blijft. De VNV probeert met alle kennis en expertise die zij heeft dit te bewaken. En de VNV is een kennisinstituut voor wat betreft de veiligheid. Innovatie kent de bemande luchtvaart ook. En toegegeven, niet in het tempo van de drones. Maar de VNV is van mening dat door middel van de samenwerking met alle sectorpartijen deze innovatie op een veilige manier kan plaatsvinden. Dank u wel. U heeft behoorlijk wat extra tijd gekregen, maar kijk of er ook vragen komen. De kleine bel, dat is niet de grote bel die we zoeken. Ik ga naar de heer Remco Drijks of de heer Middelkoop. Ik laat het dan nu. Ja. Ja, dank ook voor uw toelichting. En inderdaad wel goed om even bewust te worden van een aantal gevaren die er zijn. Tegelijkertijd ook wel hoor ik ook een aantal kansen die ik nog niet kende. Bijvoorbeeld die inspectie van die vliegtuigen. Dat scheelt, en het vogels verjagen en dat soort dingen. En er zit dus ergens een balans in. En wat ik aan de heer De Jong wil vragen. Er zijn dus inderdaad serieuze toepassingen. En je moet het ook borgen, zoals ook de laatste spreker zei. Maar de regelgeving loopt natuurlijk altijd van de wetgever altijd achter de feiten aan. Die innovaties gaan zo hard. Dus ook een vraag aan de burgemeester trouwens ook, want die begon er ook over. Zou je niet veel beter een soort doelwetgeving moeten hebben? Want op detailniveau gaan we dit gewoon niet redden. Dan de volgende maand is onze wetgeving weer verouderd. En we lopen met wetgeving altijd al 5 jaar achter op de maatschappij ongeveer. Dus mijn pleidooi, onderschrijft u het feit van doelwetgeving. En waarbij je moet zeggen, nou ja, veiligheid staat op 1. En beperking risico's op 2, et cetera. Maar dat je op die manier een soort gewoon, ik ben een beetje zoekende daarin. Wat kunnen wij als Kamer natuurlijk doen? Daarom hebben we deze ronde tafel ook. Dus daar graag een reactie op. Ik houd even bij 1 vraag, voorzitter. De heer Koopmans, excuseer, ik zei net de heer Middelkoop, maar dat is even de heer Koopmans. Ja, dat is iemand anders, dank u wel. Twee vragen als het kan. 1, ik hoor de heer Amné, als ik het goed zeg, ik doe mijn best, zeggen er is een hoog risico. En hij stelt 4 hele concrete voorstellen voor. Maar nou vraag ik, als wij dat allemaal doen, de opleiding van mensen, registratie, een campagne en verplichte beperkingen, is dat hoge risico dan weggenomen? En het volgende vraag is aan de burgemeester, die, en ik ben hem zeer dankbaar, eerste grote beschouwing gaf. Ik wil een aansluiting op hem misschien vragen. Het lijkt mij dat er 3 kernelementen zijn in drones. Ze zijn anoniem, tenzij je ze registreert. Je zijn op afstand bestuurbaar, dus het lot van de bestuurder is er niet mee verbonden, zoals in een auto bijvoorbeeld. En zoals u zei, het is een nieuwe dimensie. Ze zijn in principe overal, dus hekken en politieagenten, zo houden ze niet tegen. U zegt dan vervolgens, laten we, als ik u goed begrijp, eigenlijk weinig regelgeving hebben, ruimte geven. Dan zie ik een soort tegenstelling. Want aan de ene kant schetst u grote dimensionale veranderingen en risico's. En vervolgens zegt u, laten we weinig regelgeving hebben. En dan misschien de combinatie met uw rechterbuurman. Die zegt, laten we juist wat strengere regelgeving. Dus hoe ziet u beide dat? Dank u. De eerste vraag aan de heer De Jong en Van Veldhuizen. Ja, dank u voorzitter. Ik ben het met u eens. De wet en regelgeving zal altijd, denk ik, wat achterlopen. Als we daarmee doorgaan zoals we daar nu mee bezig zijn. Het gaat over, dat hebben we net ook al gehoord, over het ontwikkelen van handboeken. En dat blijkt haast een doel op zich te zijn. Daarin moeten we helemaal tot in detail gaan beschrijven wat we denken dat er gaat gebeuren. En juist, je bent juist aan het testen en experimenteren. Dus je weet juist niet altijd wat er gaat gebeuren, want daarvoor ben je juist aan het testen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, en dan gaat het even puur over de sector die ik vertegenwoordig, de luchthaven.
Als ik kijk naar de partijen waarmee wij zaken doen, dat zijn de vliegmaatschappij, de luchtverkeersleiding Nederland en wij als luchthaven. Wij zijn alle drie gecertificeerde partijen op het gebied van veiligheid. U mag van ons verwachten dat wij daar serieus en degelijk mee omgaan en dat we daar geen onnodige risico's nemen. En daar moeten we denk ik met elkaar een goede balans in vinden. En als je dat in dat kader gewoon een soort kaderregeling hebt waarbinnen je kunt opereren, dan zou dat zeer prettig zijn en dan zou dat zeer goed zijn. Want wij gaan natuurlijk geen onverantwoorde dingen met elkaar doen. Daar is niemand bij gebaat. Voorzitter, ja. Ik neem aan. Ik hoorde dat in het eerste blok ook komt een soort declaratie, begreep ik, in plaats van iedere keer een vergunning. Dat is op zich dan een goed instrument. Je hebt bewezen dat je het kan en dat je verantwoordelijk ermee omgaat. Dan moet je ook de ruimte krijgen, omdat je dat immers doet, verantwoordelijk ermee omgaan. Maar niet iedere keer voor ieder wisselwasje zeg maar weer proberen een regel te verzinnen. Ja, ik heb dat ook gehoord. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel veel vertrouwen in heb. Want er zijn al wat meer wisselingen geweest. Die hebben alleen maar geleid totdat het meer tijd gaat kosten. En dat handboeken nog langer blijven liggen of juist weer opnieuw gemaakt moeten worden omdat de regelgeving veranderd is. Het feit dat de handboeken meer dan een jaar ter goedkeuring liggen, dat is geen uitzondering. En er zijn nu ook situaties waarbij een bedrijf al wel nieuwe piloten mag opleiden, maar dat nog gebeurt onder een ontheffing, omdat het manual nog niet goedgekeurd is. En dat zijn denk ik zaken die moet je willen voorkomen. Dank voor de vraag. Wat ik heb proberen duidelijk te maken is dat zoals ik van alle anderen die hier in de zaal heb geleerd, disruptief is. Dus je kunt het nieuwe niet in oude categorie stoppen. Dat past niet. Je kunt het paardenkrachten noemen, maar je moet beseffen dat er geen paardenkrachten echt in je auto zitten. En dat zie je nu wel gebeuren. En voor mij was een eye-opener om te realiseren dat drones niet gestuurd door mensen gaan vliegen, maar zelfgestuurd gaan vliegen. Voor mij was een eye-opener dat ze onderdeel uitmaken van Internet of Things. Ja, daar past onze huidige regelgeving niet bij. Voordat je mag gaan testen, moet het eerst zijn geaccepteerd in het bestaande. Maar ondertussen gaat het door. Bij Bart Smit worden feiten gerealiseerd. The future is already happening. En dat is dweilen met de kraan open. En als wij onze publieke verantwoordelijkheid nemen als volksvertegenwoordigers, dan betekent dat dat wij niet alle Nederlanders willoos tot proefkonijntjes moeten maken, omdat wij dit niet met elkaar goed hebben geregeld. En mij lijkt de oplossing dat we nou juist ook vreemde vogels, die nog niet zijn toegelaten, in dat concept van Internet of Things, en een stapje vooruit op morgen en overmorgen mogen testen in gebieden die we daarvoor vrijgeven. Want door dat testen kunnen we ook concepten ontwikkelen die en concurrerend zijn internationaal en die de rechtsstaat nog steeds gestand doen. Want ik denk niet dat je de ontwikkeling van die concepten alleen aan Uber en de NASA moet overlaten. En die zijn daar nu wel mee bezig. Dus als we als land ook daarin mee willen doen en leidend willen zijn, ook in Europa, dan zul je echt meer en snellere ruimte moeten geven in bepaalde gebieden om echt dit soort technologieën te testen. En het moet internationaal uiteindelijk, kom uit Enschede, 2 kilometer verderop begint Duitsland. Een drone gaat zich daar weinig van aantrekken. Dank u wel. Dan de heer Koopmans had 2 vragen. De eerste aan de heer en mij over maatregelen en risico's. Dank u wel voor de vraag, meneer. U vroeg mij of door middel van de maatregelen die wij genoemd hebben, of daarmee alle risico's verbannen zijn. Ik heb er helaas 4 genoemd, maar er zijn nog 2 stuks die ik nog moet benoemen. Dat is de uitbreiding van de capaciteit van de handhaving natuurlijk, wat al eerder genoemd is, en een gedegen onderzoek naar de gevolgen van de botsingen tussen drones en bemande luchtvaart. Het antwoord is 100% risico wegnemen, dat gaat ongelooflijk, dat gaat niet gebeuren. Maar niks doen is ook geen optie. En
krachtenbundel van een aantal maatregelen om de drempel te verhogen. Dat is wel mogelijk en daarmee kunnen we toch een groot deel van het publiek, want daar praten wij over, mensen die gewoon bij de mediamarkt, die heel onbewust iets kopen dat gevaar in zich heeft. Die moeten we belemmeren dat die een gevaar vormen voor de luchtvaart. Aanvullend, want er was nog een tweede vraag van de heer Koopmans aan de heer Van Veldhuizen. Tegenstellingen, risico's versus regelgeving, ik weet niet of die al beantwoord is of daar nog... Dat mag u zelf beoordelen. Dank u wel, voorzitter. Ik probeer mijn eigen verwarring op te... Vooropgesteld, er zijn natuurlijk allemaal fantastische dingen die je kan doen met drones. Economische dingen, mensen redden, fantastisch. En het is mooi speelgoed en alles. Alleen als ik de burgemeester hoor... In eerste instantie, dan zegt hij, ja, dit is een enorme nieuwe dimensie, disruptief. En ik hoor hem eigenlijk ook tussen de regels zeggen, dat is dus best heel gevaarlijk. En ook heel vervelend als zo'n drone op je 14e verdieping een appartement voor het raam hangt en je kan er niks aan doen. Maar ook, dan denk ik aan de luchtverkeersleiding en ook in de regio waar u vandaan komt, de heer burgemeester. Wat kan je doen tegen een drone die ineens voor je vliegtuig hangt of in je motor dreigt te vliegen of zo? Dan lijkt mij dat dus een gevaar, een veiligheidsprobleem. En dan begrijp ik niet helemaal wat u zegt, heer Van Veldhuis. Dat u zegt, ja, laten we daar zoveel mogelijk ruimte voor bieden. En zegt u dan tegen het deel van wat uw rechterbuurman zegt, van ja, we moeten juist meer reguleren. Ik zoek daar de oplossing. Dank u. Ook daarvoor nog blij dat u die vraag stelt, want in mijn hoofd loopt het in ieder geval mooi rond, dus ik hoop dat proberen over te brengen. We hebben het nu en alle zaken die nu hier zijn besproken, maar ik denk dat de technologie zoals we er nu over spreken, over 5 jaar echt alweer totaal anders is. En ik zie de enorme kansen, het gaat gewoon gebeuren. Wat wij hier ook praten, het gaat gewoon gebeuren. Alleen de vraag is, hoe laat je dat nou gebeuren met het optimale maatschappelijke rendement? En dan vind ik het toch verstandiger om concepten met elkaar, de hele industrie, publiek-privaat uit te werken, om nieuwe concepten te ontwikkelen en daadwerkelijk te testen. Zodat je niet die ene drone als vliegtuig toelaat met een manual dat soms dikker is dan een Boeing 747 heeft, omdat die zo nieuw is en niet in de bestaande categorieën past, maar dat wij concepten ontwikkelen van Internet of Things, drones, mensgestuurd, autonoom gestuurd, die een maatschappelijke toegevoegde waarde hebben. Die veiligheid bieden, die privacy bieden, en die ook de vrijheid en de gelijkheid in de onderkant van die publieke ruimte, de lucht, waarborgen. Want één ding is voor mij ook zeker, wij zijn de laatste generatie die tegen een lucht aankijkt zonder drones. It better be good en we kunnen er beter als Nederland voorin oplopen en echt nieuwe en innovatieve dingen doen met alle ruimte die daarvoor nodig is, klein beginnen en opschalen. Maar daarvoor heb je testplaatsen nodig en die hebben we nu onvoldoende. En het is allemaal via concepten van de 20e eeuw en niet van de 21e eeuw. En daar denken wij aan in Twente. Wat moet je nou in de 21e doen op dit punt om het echt goed te krijgen? Nou, en daarvoor zit ik hier. Dank u. Ik weet niet of de heer Spies nog op de vragen die gesteld zijn of nog aanvulling wilt geven. Hoeft niet. Nou, een kleine toevoeging zou ik wel willen doen. En dat is dat de LVNL als haar verantwoordelijkheid in de veiligheid voor de luchtvaart ook neemt. Door juist deel te nemen in al die overleggen zoals met de drone op Eelde. En met de kennisinstituten om juist ook bij te dragen aan een verdere verbetering van de vliegveiligheid. Ook waar de drones in het luchtruim deelnemen. Meneer Dijkstra. Ja, in die zin wordt het ook omarmd. In feite, het is een technologie die er is. En laten we hem zo goed mogelijk ook incorporeren. Want eigenlijk krijgt dus iedere drone die zo'n PH, wat is het, zo'n registratienummer, die ziet u gewoon op uw scherm ook als een vliegtuig, bij wijze van spreken. Het onderscheid gaat ook een beetje vervagen wat dat betreft. Dus bemand en niet. De een is toevallig logistiek, een drone. En de ander die brengt passagiers uit een mooi vakantieland terug.
Voor LVNL heeft dat ermee te maken wat de intentie van een bepaalde drone is. Professionele drones die passen wij graag in het gecontroleerde luchtruim. Daar doen we ook de onderzoek samen met de andere partijen doen we daarvoor. En voor de hobbydrones, zoals hier dan genoemd, willen wij gewoon informatie kunnen aanleveren. Waar een luchtruimgebruiker of een dronevlieger, waar die wel mag vliegen en waar niet. En tot hoe hoog en dergelijke zaken. Als het mag, voorzitter. U had het over 54 incidenten in 2017. Meestal rond Schiphol. Dan moet ik me voorstellen dat iemand met zijn zoontje eventjes leuk proberen en even over de startbaan vliegen of zo. Maar wat betekent dat voor Schiphol? Die hele operatie loopt natuurlijk meteen in de soep. Op het moment, stel je voor dat je dat met 10 of 20 dingen tegelijk doet, dan gooien we het hele luchtruim dicht. Nou, het Schiphol luchtruim is heel groot. Dat strekt zich uit van Rotterdam tot Den Helder. Dus de meldingen zijn ook in dat gebied zijn die gedaan. Specifiek aken of daar extra botsingsgevaar is geweest. Daar hebben ze geen botsingen voor gedaan in dat luchtruim in 2017. Dus we hebben daar wel cijfers over, maar over daadwerkelijk het risico hebben wij geen beoordeling van. Ja? Dan zijn we klaar, eerder klaar in blok 2. Tenzij er aan die kant van de tafel nog, we hebben nog de tijd, want ik verwacht dat we zo gaan stemmen. Want dan stel ik namelijk voor dat we dadelijk met blok 3 weer gewoon netjes om 4 uur beginnen en dat we ook de stemming hebben gehad. Dat is natuurlijk een wens. Heer Van Veldhuizen. Ja, voorzitter, via u. Ik had graag aan meneer Koopmans gevraagd, maar die is gevlogen. Of ik hem nou bereikt heb met mijn antwoord. Maar misschien weet meneer Dijkstra dat als fractiegenoot wel heel goed in te schatten. Het mooie is, we kunnen dit allemaal terugkijken en ik ga het hem ook zo even vragen. Maar ik denk het wel, ja. Ja, dank onze gasten. Even dus een pauze. Kunnen ook beneden is de statenlokaal voor koffie of een drankje. En dan gaan wij 4 uur verder.
Welkom. Welkom onze gasten in deze derde blok van de vier over het ronde tafelgesprek over drones. Welkom ook de mensen op de publieke tribune en natuurlijk ook welkom mensen thuis die meekijken op de computer via de livestream. Bij punt van orde, jullie krijgen eerst het woord, één voor één. Even de microfoon gebruiken, want op het moment dat u de microfoon gebruikt, gaan ook de camera's op u gericht. Dat is prettig voor de mensen die thuis zijn, dat ze weten wie er spreekt. Als jullie allemaal de inleiding hebben gedaan, max 3 minuten, dan gaan we over naar de vragen van de Kamerleden. Mag ik de heer De Jong, we hebben even voorstellingen, we hebben de heer De Jong, voorzitter Drone Hub, Kennis en Innovatie en Ontwikkeling Groningen. We hebben de heer Jonker, Dutch Drone Platform. We hebben de heer Sandelowski, Space 53, Kennis en Innovatiecentrum Twente. De heer Verhoef, Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLR. En we hebben de heer Kluiters, Senior Project Manager TNO. En we hebben een afmelding van de heer Thijssen, directeur Hightech Drone Innovatie. Die kon helaas op het laatste moment niet aanwezig zijn. Ik geef het woord aan de heer De Jong. Ja, dank u wel, voorzitter. Nogmaals dank voor de uitnodiging. Ik zit hier voor de tweede keer, maar met een andere pet op. Namelijk als voorzitter van de Stichting Drone Hub Groningen Airport Eelde. De Drone Hub Groningen Airport Eelde richt zich op twee pijlers. De integratie van bemand en onbemand vliegen. Een tijdlijn die naar verwachting jaren beslaat. Ondertussen willen wij deelprojecten uitvoeren die na voltooiing meteen al geïntegreerd kunnen worden op andere luchthavens. En die heb ik u in het vorige blok al toegelicht en gepresenteerd. De andere pijler van de Drone Hub is de realisatie van een innovatiecluster dat de marktintroductie van nieuwe producten en of diensten op het gebied van drones en toepassingen en technologie versnelt door het bieden van faciliteiten, expertise en een kennisnetwerk. Door het verbinden van partijen, de samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het adequaat begeleiden van innovatievraag en het bieden van een unieke, complete proeftuin komt innovatie tot stand. Inzoomend op de diverse thema's die aan bod komen, richten we ons primair op de thema's agri, delivery, maintenance, data, security en energy. We zoeken de samenwerking met andere drone centra waarbij we willen voorkomen dat we dingen dubbel doen. In die zin zijn we ook aanvullingen op elkaar. Elk dronecentrum heeft zijn eigen specifieke karakter en mogelijkheden. De Drone Hub GAE is onder andere deelnemer in een proef met drones die buiten het zicht van de piloot, het zogenaamde Bivilos, medicijnen naar een Waddeneiland gaat brengen. Hierbij wordt samengewerkt met het ministerie van Infra en Milieu, het NLR, TU Delft, AMB en het UMCG. De Drone Hub GAE zou graag aan het einde van deze sessie met u tot de conclusie willen komen dat we op de goede weg zijn, maar dat de randvoorwaarden nog te beperkend zijn en daarmee de snelheid van innovaties nog te veel in de weg staan. Dank u wel. Dank u. Netjes op tijd. Dan geef ik het woord aan de heer Jonker van het Dutch Drone Platform. Hartelijk dank dat ik hier heb mogen zijn. Ik wilde beginnen met een anekdote. In 1864 werd in Engeland de Locomotion Act aangenomen, die inhield dat een vent met een rode vlag voor een levensgevaarlijk locomobiel moest lopen, omdat anders de paarden misschien op hol zouden slaan. Die wetgeving heeft de ontwikkeling in de automobielindustrie decennia lang tegengehouden. Dat moeten we in de onbemande luchtvaart niet doen. Inmiddels is het een algemeen aanvaard dat onbemande transport een realiteit is. In Appelscha heeft inmiddels een Easy Mile EZ10, een Frans onbemande bus, rondgereden. Bedrijven als Google X, Tesla zijn bezig met zelfrijdende auto's. Daimler-Benz heeft al tests gedaan met vrachtwagens. Nederland moet hier niet bij achter gaan lopen. Drones zijn bij uitstrek geschikt om autonomie te testen. Ze zijn relatief goedkoop en snel te produceren, waardoor in hoog tempo geïnnoveerd kan worden. De ontwikkelingen zullen en moeten getest worden waarvoor testlocaties absoluut noodzakelijk zijn. Om even aan te geven wat de economische implicatie is, CESAR heeft berekend dat in 2032 de dronemarkt 10 miljard gaat beslaan en in 2050 50 miljard. Als wij in Nederland testlocaties serieus nemen en industrie- en kennisinstellingen faciliteren, zal dit een aanzuigende kracht hebben ook op het buitenland.
De risico's voor de veiligheid kunnen op testlocaties eenvoudig gemitigeerd worden en de privacy van de burger komt niet in het geding doordat de testlocaties afgelegen en afgesloten terreinen zijn. Naast de ontwikkeling van autonomie zijn testlocaties van groot belang om scenario's te testen. Als voorbeeld is er een systeem voor het controleren van hoogspanningskabels die als drone naar de kabel vliegt, vervolgens als voertuig over de kabel rijdt en aangekomen bij de mast als drone naar het volgende segment vliegt. Om tot een dergelijke ontwikkeling te komen zal er getest moeten worden. En kan dat niet, dan gaat een dergelijk product of in de la of naar het buitenland. Dat laatste is al gebeurd. Een Nederlandse ondernemer heeft met succes in Zwitserland een bedrijf Swiss Drones opgericht, vanwege de restricties waar die in Nederland tegenaan liep. Wij kunnen ons als BV Nederland niet permitteren dat kennis, werkgelegenheid op deze wijze onnodig wegvloeit. Een voorbeeld van een ontwikkeling die geen kans krijgt is bijvoorbeeld de AED-drone van een Delftse student. Zoals de drone voor inspectie van hoogspanningsleiding zijn er vele voorbeelden van toepassingen die niet alleen veiligheid voor mensen vergroten, maar die ook enorm gunstige effecten hebben op de ecologische voetafdruk. De politie kan bijvoorbeeld vermiste kinderen opsporen met het gebruik maken van uitsluitend drones. Moet ik vragen om te gaan afronden? Oké. Dan wil ik dat snel eventjes op deze manier doen. Als wij als afsluiting, wij pleiten voor de oprichting van een nationale drone council, zoals in Frankrijk, Spanje, België en Duitsland. Zodat in samenwerking met die landen afstemming op het gebied van wet en regelgeving komt en die beter geharmoniseerd kan worden. De nationale drone councils in bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk zijn het initiatief geweest van de betreffende ministeries. Dank u wel. Dank u, de heer Jonker. Dan ga ik over naar de heer Sandelowski van Space 53. Dank u wel. Graag dames en heren. Hartelijk dank. Space 53 is dit 20 gevestigde samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en de kennisinstellingen op mbo, hbo en wetenschappelijk niveau. En wij proberen met elkaar ervoor te zorgen dat Nederland een wereldpositie krijgt op deze nieuwe markt. En het is een nieuwe technologie. Een nieuwe technologie in opkomst met een geschatte marktomvang. Het is al een paar keer genoemd. Van enkele tientallen tot, als je andere rapporten leest, honderden miljoenen euro's. En dat gaat over jaarlijkse omzet. En dat is wereldwijd. Het gaat niet alleen voor Europa. Het gaat over de wereld. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om puur economisch belang. Laten we vooral ook de maatschappelijke impact niet vergeten. Drones redden drenkelingen. Dat hebben ze pas nog gedaan in Australië. Ze sporen vermiste kinderen op. Dat hebben ze in Engeland gedaan. Ze helpen bij het blussen van branden. Dat doen ze gewoon in Nederland. Ze ondersteunen de politie, ook in Nederland, zorgen dat bruggen, viaducten en dijken veilig blijven. Zouden we graag in Nederland willen doen. En zullen in de logistieke sector voor een grote afname in CO2 en fijnstof zorgen. Deze voordelen willen wij niet links laten liggen. Volgens mij wilt u dat ook niet. Natuurlijk zijn er concrete zorgen over privacy, over veiligheid. U heeft er vandaag al het een en ander over gehoord. Sterker, het zijn de thema's die de gesprekken in dit huis domineren. We hebben de overtuiging dat Nederland een wereldspeler op deze nieuwe markt kan worden. We hebben de kennis, we hebben de technologie en de ambitie. En we snappen de Nederlandse maatschappij. We begrijpen wat wel en wat niet wenselijk is. Ethisch, sociaal, maatschappelijk. Beter dan de buitenlandse spelers die staan te trappelen om Europa te veroveren. Maar we spelen deze wedstrijd met twee handen op de rug gebonden. Boeien die zijn vastgemaakt in dit huis. Ontwikkeling, innovatie, het kan alleen in een omgeving waarin de fantasie, de creativiteit en de nieuwsgierigheid de vrije loop krijgen. Uw smartphone, uw auto, ze zijn niet ontstaan in een laboratorium. Maar in interactie met mensen, met echte mensen, met echte gebruikers, met de maatschappij, met u. Van onze sector echter wordt verwacht dat ze van 0 naar 100 gaan zonder enige praktijkervaring. Drones moeten al bewezen veilig zijn zonder dat ze überhaupt getest kunnen worden en of de toepassing überhaupt wel zin heeft. En toepassingen hebben nauwelijks zin. Laten we die realiteit ook onder ogen zien vandaag in Nederland. Het gebruik is in Nederland aan zulke strenge beperkingen onderhevig dat operationele inzet op veel gebieden vrijwel zinloos of onhaalbaar is. De consequenties zijn tweeledig. Allereerst, grote potentiële gebruikers met investeringskracht houden zich afzijdig. Waarom investeren in iets dat toch niet mag? De procesindustrie, de vervoerders, de installatiebedrijven, de agrarische sector, waar zijn ze? Waar zit EZK vandaag? Ze zijn er vandaag niet bij, net zo min als die partij die ik daarvoor heb genoemd. Wat mij betreft tekenend.
En ten tweede, de drone-toepassingen van de toekomst zullen niet in Nederland dan worden ontwikkeld. Maar die worden dan dus daarbuiten ontwikkeld. Want ze komen toch, maar dan niet met ons normenstelsel ingebakken, maar dat van de buitenlandse toeleverancier. Waarschijnlijk een Chinese of Amerikaanse partij. Googelen is inmiddels een Nederlands werkwoord. Wilt u dat we voor onze veiligheid straks ook afhankelijk worden van een buitenlandse speler? Dat onze high-tech-industrie een plaatje in de marge krijgt als toeleverancier van een kennis, een componentje of misschien wat software, dat de echte werkgelegenheid in het buitenland terechtkomt? Dank u, heer Sandalowski. Misschien een vraag en voor mij en de mensen thuis, Space 53. Waar slaat dat de relatie? Space staat voor het gebied ruimte, ruimte waarin vrij uitgetest en geëxperimenteerd kan worden. En 53 is een verwijzing naar het kengetal van Enschede, 053. Kijk, van iedereen op de publieke tribune natuurlijk bekend, logisch toch? Dan gaan we verder naar de heer Verhoef van de NLR. Ja, hartelijk dank dat ik namens de NLR hierover met jullie van gedachten mag wisselen. Kern van het werk van het NLR is het ondersteunen van bedrijfsleven en overheden als het gaat om innovaties in de lucht- en ruimtevaart. En zeker als het gaat om drones is daarbij het oogmerk om praktische toepassingen te realiseren die veilig, duurzaam en kosteneffectief zijn. Daarvoor hebben we een aantal zaken ingericht, onder andere het Nederlandse ARPAS testcentrum NRTC, waar we in een gebied van ongeveer 15 vierkante kilometer met drones kunnen trainen en experimenteren. Zo zijn wij een erkende drone-pilootopleider en drone-keuringsinstantie. En bijdragen wij ook aan de regelgeving en certificatie en ontwikkeling daarvan. Dit doen we allemaal in nauwe samenwerking met de drone-sector, onze collega kennisinstellingen en de overheid. En zeker ook in EU-verband waar we in diverse projecten samenwerken. Ook met Nederlandse partijen om kennis op te bouwen en te kunnen toepassen hier in Nederland. Zoals al eerder vandaag ook is gezegd, om die innovatie naar concrete, bruikbare toepassingen te kunnen brengen, is experimenteren echt heel erg noodzakelijk. Als ik denk aan de domeinen waar wij zelf ook bij betrokken zijn, zoals experimenten rond medisch transport, chemische installatieinspecties en precisielandbouw, zie je dat er allerlei zaken nodig zijn die op dit moment nog niet zo makkelijk te regelen zijn. Namelijk vliegen buiten het gezichtsveld van de piloot of in luchtruim waar ook ander verkeer kan vliegen, 's nachts. Op termijn volledig autonoom, dichtbij of overwegen en nabij of zelfs op luchthavens. En er zijn een aantal zaken die ons toch belemmeren om dat kosteneffectief en vlot te doen. Het zijn er drie. Ten eerste gaat het om de besluitvorming als het gaat om de regeling van de testcentra. Het is echt essentieel dat er duidelijkheid en snelheid en consistentie komt ten aanzien van die regeling. Om verder tijdverlies en desinvesteringen te voorkomen. Wij ondersteunen echt met plezier operators die dat willen kunnen gaan doen. Maar we zien dat het gewoon heel erg complex is en langdurig, zeker voor nieuwe niet-luchtvaartpartijen. Ten tweede, de eisen die worden gesteld aan huidige drone-operaties, experimenten en de daarvoor gebruikte drones. We moeten echt toe naar een standaardisatie in plaats van de case-by-case situatie die we nu hebben in de beoordeling daarvan. Wij denken dat als we kunnen gaan gebruikmaken van betere risico-inschattingen en daarbij passende risicomitigerende maatregelen, dat zowel de eisen daaraan als de keuringen die nodig zijn veel minder belastend worden. Verder pleiten we ervoor om zo snel mogelijk met U-Space te experimenteren hier in Nederland. Het luchtverkeersleidingssysteem wat in wording is op Europees niveau voor de integratie van drones in het lagere luchtruim. Derde punt is onze zorg over de slagkracht ten opzichte van het buitenland. We zien, dat zou je kunnen zien onder het kopje investeringsbereidheid. We hebben hier geen Amazons of firma Bayer die flink van leer kunnen trekken in het realiseren van toepassingen. Wij zien dat publiek-private samenwerking in Nederland zeker goede kansen bieden. Een goed voorbeeld is het eerder genoemde Bifilos-experiment met ANWB, UMCG, etc. Maar in algemene zin zien wij toch dat wat er hier gebeurt niet echt in lijn is met de ambitie in Nederland op bijvoorbeeld precisielandbouw, smart logistics, veiligheid, security en infrastructuur inspecties. Tot slot wil ik dan nog noemen een paar punten ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid. Moet u gaan afronden? Ja, dit is het. Eerder genoemd ook al, informatievoorziening naar dronegebruikers. Er ligt een plan om de dynamische informatievoorziening, bijvoorbeeld over tijdelijke no-fly zones,
te realiseren. Wij pleiten ervoor om daar goed op door te pakken. Verder, als je kijkt naar de toename, verwachte toename in dronegebruik, vragen we aandacht voor het in kaart brengen van omgevingseffecten zoals geluid en externe veiligheid en ook circulariteit van dronegebruik. Dank u wel. Dat was het. Dank u. Komt dadelijk misschien nog even in de tweede instantie dat u terug de ruimte krijgt om bepaalde punten te maken. We gaan door naar de heer Kluiters. Mag ik vragen de heer Verhoef even de microfoon uit te zetten? Dank u. Dank u voorzitter en dank u allen voor de uitnodiging. TNO doet allerlei onderzoek naar drones, zowel in het militaire als het publieke domein en nationaal en internationaal. U kunt erbij bijvoorbeeld denken aan onder andere autonomie, meaningful human control, swarming, netwerktechnologieën, kunstmatige intelligentie en veiligheid. Mijn bijdrage splitst zich toe op de veiligheidsrisico's. Met drones kun je hele mooie en nuttige doelen dienen. Echter, drones kunnen ook door kwaadwillenden worden ingezet, denk aan aanslagen. Of drones kunnen ongewenst en ongeoorloofd gedrag gaan vertonen. Nederland moet daarop voorbereid zijn en tegenmaatregelen, zogenaamde counter-drones technieken, in huis hebben. Bij het bestrijden van drones is er geen silver bullet. TNO hanteert daarom de toolboxbenadering waarbij een set aan tegenmaatregelen, gegeven de situatie, proportioneel kan worden ingezet. Om deze tegenmaatregelen in innovatieprojecten te kunnen beproeven, zijn er testlocaties nodig. Graag zouden de onderzoekslaboratoria een ontheffing willen hebben om in de praktijk meer te mogen doen met drones dan de huidige wet en regelgeving toestaat. Het is zeer gewenst dat voor drones elektronische identificatie kan worden toegepast om zodoende de handhaving en opsporing makkelijker te maken. De problematiek en de snelle ontwikkeling roepen de vraag op of volstaan kan worden met het volgen van ontwikkelingen of dat Nederland een ambitie moet hebben om proactief de ontwikkeling van tegenmaatregelen vorm te geven. Bij het zien van een drone kan de politieagent op straat zich vandaag de dag slechts afvragen, kerstcadeau of aanslag, zonder tijdig het antwoord te weten of we überhaupt iets tegen te kunnen doen. Deze situatie is een recept voor problemen. Dank u wel. Dank u, de heer Kluiters, netjes binnen de tijd. Dan kijk ik naar links toe. Dan zou ik willen voorstellen dat we achterin beginnen bij de heer Koopmans en dan deze kant op werken. Doe maar twee vragen in de eerste ronde en dan hebben we mogelijk nog tijd voor additioneel. Voorzitter, ik heb één vraag die ik twee keer wil stellen. We hebben... Misschien is het goed om even voordat de vraag komt, om even aan te geven aan wie u die wil stellen. Dan is het ook voor de mensen even duidelijk naar wie die vraag gericht gaat worden. Ik stel deze vraag eerst aan de heer Kluiters en daarna vraag ik even... Ik vraag namelijk een oplossing en ik zoek naar degene van de vier buurmannen van de heer Kluiters wie de oplossing heeft. Voorop benadruk ik dat ik blij ben dat drones enorm veel economische mogelijkheden hebben. Zijn net genoemd, kunnen mensen redden, branden blussen en heel veel economische welvaart brengen, welzijn. Goed. Maar de heer Kluiters schetst net het gevaar. Ik hoor heel veel verhalen, mensen die liggen op het strand en die krijgen ineens een drone boven hun hoofd. Ze weten niet wie het is en wie erachter zit. Ze weten niet of ze gefilmd worden of ze real-time worden uitgezonden. Is een probleem. En of ook als je op de 14e verdieping woont en je denkt privacy te hebben en je hebt het niet. Dus dat is een probleem. Hetzelfde natuurlijk als dit niet alleen maar een filmende drone is, maar een drone die wellicht een aanslag pleegt. Dus mijn vraag is... En ik stel hem twee keer. En de heer Kluiters, u zegt, u bent ermee bezig om dit soort dingen te onderzoeken. Wat kunnen we er tegen doen? En dan vraag ik eigenlijk dezelfde vraag dus aan de anderen. Kunt u een scenario indenken dat wij dus door drones die buiten de regulering gaan, die dus niet zich houden aan wat wij hier allemaal afspreken, ook als ze precies doen wat u wil, dus een drone die zich niet aan de regels houdt, dat we die kunnen weghalen en dat dus de mensen nog steeds in hun tuin kunnen zitten of gaan kunnen joggen of op het strand liggen, zonder dat ze denken, oh, er kan altijd iets van boven komen. Dank u wel. Laten we even in deze stad de vraag even direct afhandelen. Dat doen we even anders dan in de eerste ronde. Als de vraag van de heer Koopmans, de heer Kluiters en dan degene die de oplossing bij zich heeft. Ik weet niet of het afgesproken is, de heer Koopmans, één tweetje of iemand een oplossing al heeft. Nee.
Ja, dank voor deze vraag. Het is een vraag die ons ook dagelijks bezighoudt in ons werk. Er zijn zeker mogelijkheden. Wij maken onderscheid tussen de hardkill en de softkill methode. Hardkill is evident. Je kunt de drone gewoon kinetisch uit de lucht schieten. Dat is natuurlijk niet altijd gewenst, zeker niet boven een mensenmenigte. Of softkill. Bij softkill kun je inbreken op de elektronica van de drone en proberen de drone besturing over te nemen en hem weg te leiden naar een veilige plek waar je daarna de drone kunt afhandelen. Er zijn verschillende aangrijpstechnieken die er zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook jammen, dus zorgen dat de besturing sowieso uitvalt. Het return home commando activeren, dat de drone teruggaat naar de piloot. En daarmee heb je eigenlijk wel een palet aan aangrijpmogelijkheden om iets te kunnen doen. Alleen wat heel interessant daarbij is, is wanneer grijp je in en wat is proportioneel? Welke beslissing neem je en in welke situatie doe je dat? Een drone neerschieten boven menigte, dat doe je niet. En zit bijvoorbeeld een wapen onder een drone, dan moet je hem beter wegleiden naar een veilige plek. Nou, dat soort ondersteuningstechnologieën, daar doen we ook onderzoek naar. En zeker heel veel naar het overnemen van drones door in te breken op de besturingscommunicatie tussen de drone en de piloot. Ik hoop dat dit uw vraag beantwoordt. Dank u wel. Wie voelt zich geroepen richting oplossing? De heer De Jong en dan de heer Sandelowski en Verhoef. We houden het wel kort. Als er drie mensen zijn, dan even korte reactie. Ja, ik zal hem heel kort houden. Ik heb eigenlijk bijna met hoofdletters hier opgeschreven. Daarom willen we dus testen. Want er zijn verschillende fabrikanten of bedrijven die oplossingen aanbieden. Zoals bijvoorbeeld het instellen van no-flying zones door middel van software. Het sluit een beetje aan op wat mijn buurman van TNO zegt. Maar ook bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan corridors waar drones mogen vliegen. Maar daarmee kun je dus ook gebieden afsluiten waar drones niet mogen vliegen. Dus er zijn best uit de markt een aantal oplossingen die misschien nog niet allemaal dé oplossing zijn. Maar die zeker in die richting gaan. En die wil je nou graag juist ook gaan beproeven in de praktijk. Van wat betekent dat en hoe kun je dat dan doen? En dat is dan, heeft dan ook te maken met hoe scheid je bemand en onbemand bijvoorbeeld. Want je kunt dan bijvoorbeeld aan drones luchtlagen toewijzen. Die je dan vrijhoudt van bemand verkeer en andersom. Dus hiervoor hebben we ruimte nodig om dit juist ook uit te zoeken. Dank u. De heer Sandelowski. Ja, korte uitbreiding waar ik verder volledig mee eens ben met de heer De Jong. Is veiligheid kan je niet vooraf definiëren. Veiligheid creëer je door ervaringen te delen en daar vervolgens maatregelen op te anticiperen en in te voeren. En inderdaad, voor die ervaringen heb je experimenteerruimte nodig. Je kan niet theoretisch achter je computerscherm en achter het schoolbord gaan bedenken wat kan er allemaal fout gaan en wat zal ik er toch eens tegen doen. De technologische mogelijkheden waar TNO het over heeft, die zijn er. Maar we weten nog helemaal niet welke andere dingen en toepassingen mensen gaan bedenken. Dus willen we die ervaringen hebben, dan moet je eerst gaan experimenteren met mensen die iets gaan doen met drones. En vervolgens gaan bedenken, en wat zou ik er nou tegen kunnen doen als dat oneigenlijk gebruikt gaat worden? En ook dat moet je gaan experimenteren. Dank u wel. Dan de heer Verhoef. Dan wordt de heer Koopmans op zijn wenken bediend. Ja, TNO en NLR werken op dit gebied samen. Dus inhoudelijk heb ik geen toevoegingen. Maar als ik teruggrijp op het punt slagkracht, wat ik eerder ook al noemde, denk ik dat er voldoende ideeën zijn om dit inhoudelijk het hoofd te bieden. Maar dat we echt behoefte hebben aan regie en coördinatie op vervolmaken experimenten. Zodat we ook slagkracht als Nederland daarin krijgen. Want nu zie ik daar toch nog veel ideeën, maar ook versnippering. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Paternotte. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het leuk om de heer, met name, alle vijf te zien, maar met name de heer Sandelowski en de heer De Jong, omdat ik op Vliegveld Twente en bij de drone-up langs ben geweest de afgelopen tijd. En in Groningen ook even zelf heb mogen oefenen, wat gelukkig net niet tot ongelukken heeft geleid. Maar waar je nou ook wel de veiligheidsuitdagingen natuurlijk terug zag. Mijn vraag is allereerst even naar de heer Sandelowski, want u schetst eigenlijk dat wij een innovatie mogelijk aan het kapot reguleren zijn. Nu is het natuurlijk wel zo dat de veiligheidsuitdagingen dusdanig zijn dat regulering ook nodig is en dat een ontwikkelde maatschappij die uiteindelijk ook zal hebben. Is dat niet ook deels een voordeel dat je in Nederland goed kunt kijken hoe je dit kunt ontwikkelen in een kader van regulering ten behoeve van de veiligheid? En wat is er volgens u voor nodig om de markt en wel in Nederland te houden? Wat zouden we daar precies voor moeten doen? Dat was de eerste vraag. Moet ik dan meteen door met de volgende? Ja, dan zou ik aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut de heer Verhoef willen vragen. Want u zegt dat er eigenlijk heel veel kansen liggen dat de overheid meer moet doen.
Kunt u nog wat preciezer maken wat volgens u dan precies de rol van de Nederlandse overheid zou moeten zijn om deze innovaties aan te jagen? Wat zou u eigenlijk als eerste doen als u minister van Luchtvaart of minister van Economische Zaken was? Dank u wel. De heer Sandalowski. Meneer Paternotte, dank u wel voor deze vraag. Complexe vraag, maar ik denk dat er een simpel antwoord op is. Ja, mits goed toegepast kan een streng regelgevend kader absoluut behulpzaam zijn bij het versnellen van innovatie. Maar dan is er wel nodig dat je binnen dat kader vrijuit kunt experimenteren. Als dat kader experimenten al tegenhoudt, dan zal het nooit tot innovatie, tot versnelling gaan leiden. Maar op het moment dat binnen dat kader er uiteraard onder strenge en behoorlijk stevige maatregelen wel vrij uitgetest, geëxperimenteerd kan worden, dan heb je ook meteen een voordeel. Want je mag ervan uitgaan, niet zozeer dat het Nederlands kader het voorbeeld zal zijn voor de hele wereld, maar dat er behoorlijk veel landen zullen zijn die een gelijkwaardig kader hebben. En dan heb je zeker een voordeel. En ik denk dat bijvoorbeeld de medicijnenwereld is daar een mooi voorbeeld van hoe Europa als innovatiegebied best heel interessant is, omdat wat in Europa is ontwikkeld ook in Amerika over het algemeen geaccepteerd wordt. Terwijl dat andersom vaak niet zo is. Dus dat zou zeker zo kunnen zijn, maar dan moet er eerst wel ruimte zijn. Als je het nu al, en dat is de huidige situatie, gewoon tegenhoudt, dan kom je nooit tot die innovatie in de versnelling. En ja, dan word je uiteindelijk geconfronteerd met buitenlandse innovaties die met een regelgevend kader zijn opgezet, waar wij misschien onze eigen negatieve gedachten bij hebben, dus waar we helemaal niet achter staan. Dank u wel. De heer Jonker, voor de tweede vraag. Of toch? Sorry, Verhoef, excuseer. Ja, de vraag was, wat zou ik doen als ik minister was? Ik ben denk ik blij dat ik dat niet ben. De vraag die ging over hoe de rol van de overheid kan zijn om de kansen beter te benutten. Om het een beetje buiten het politiek te houden, denk ik in dit geval ook in onze rol. De overheid heeft aangegeven launching customer te willen zijn voor drone toepassingen. Nou, er zijn natuurlijk echt overduidelijk goede kansen als het gaat om infrastructuur, inspecties. Denk aan Rijkswaterstaat en ProRail. Het zou echt buitengewoon goed zijn als er daar ook een voortrekkersrol wordt genomen in het doen uitrollen van de juiste experimenten om effectieve en goede oplossingen voor die overheidsorganen te kunnen realiseren. Dat is in ieder geval eentje die ik zie die op korte termijn kan beginnen. En met de zaken die ik eerder al noemde, die het zouden vergemakkelijken om te experimenteren, ook snel kan doen. Nog aanvullend of duidelijk? Je zegt eigenlijk launch en customer zijn. Dat is misschien eigenlijk wel de belangrijkste aanjagerrol die de overheid hier kan hebben. Dat snap ik heel goed, maar dat is ook wel duidelijk afgebakend. Dat klopt. Oké, dan ga ik naar de heer Dijkstra. Ja, en het verlengde ervan, want ik hoor heel veel dingen die de overheid dan moet doen. Regie nemen en ook een soort top 3, waardoor het makkelijker kan worden. Maar ik wil het echt zo concreet mogelijk. Want wat let je op dit moment? Meneer Sanadovskis die had het over onze handen zijn gebonden op onze rug. Ja. Nou ja, als dat niet het geval is, wat doe je dan inderdaad vanmiddag nog? Of vanavond nog? Of morgen? En wat moeten wij dan doen? We zijn ook zoekende daarin natuurlijk. Wat let je om dat gewoon niet te gaan doen op dit moment? Hoezo? Zit er dan een sanctie op of iets? Of overtreed je dan een regel? En welke regel overtreden we dan? En die experimenteerruimte waar eigenlijk iedereen om vraagt, hoe groot moet die dan zijn? Is dat een bepaald gebied of zo in Nederland? Of zijn dat dan meerdere gebieden? Want iedereen zit natuurlijk te azen op die nieuwe werkgelegenheid. Hè? Dat zit er natuurlijk achter. En je wil aan de slag met al die sectoren. En er zijn natuurlijk heel veel kansen. Maar ik wil het echt concreter. Dus je mag hem beantwoorden ook. Echt concreter, wat doe je gewoon nu als je gewoon lekker de vrije hand hebt? Eigenlijk een beetje aansluitend op wat eerder ook gevraagd is. En wie had u gezegd? Ik zag dat de meneer van TNO wilde reageren, ja, en van Space 53. Ja. Ja, 53. Er komt waar wij tegenaan lopen is, wat wij willen doen met een drone is hetzelfde als wat een kwaadwillende doet. De drone modificeren. Als ik als professioneel kennisinstituut, we doen aan de wet en regelgeving, dus we doen aan de ROC of de ROC Light. De ROC en de ROC Light verbieden ons om met een drone die gemodificeerd is te kunnen vliegen. Want we doen dan niet meer aan de wet en regelgeving.
Dus we kunnen dan niet gaan vliegen en doen wat we willen doen. Wacht, je kan er toch eentje gewoon even ombouwen en dan in je eigen hal kun je toch mee vliegen? Of wat is het nou? Nee, dat mogen wij dus niet. Gaat u verder? Aanvulling of? Nee, maar wat wij graag zouden willen natuurlijk, als je dat hebt gedaan, dat je gewoon in de lucht een drone kunt laten vliegen die gemodificeerd is en daarna je tegenmaatregelen kunt beproeven in de praktijk. Dat is wat je wil. En dan weet je ook hoe effectief het is, wat afstanden daarin betekenen tussen jouw middel en de drone. Dat kan nu niet. Natuurlijk, je kunt de wieken eraf halen en de elektronica aanvallen. Dat soort testen kun je makkelijk doen. Maar eigenlijk wil je het op een gegeven moment echt gaan vliegen en in de praktijk beproeven wat je hebt bedacht. Dat is wat wetenschappelijke oefening hoog te doen. Dank u. Dan heb ik zelf ook nog twee... Sorry, excuseer, de heer Sandalowski op de vraag van de heer Dijkstra. Excuseer. Ja, ik zal mijn reactie ook nog geven. Ten eerste, ja, je krijgt een probleem als je het nu wel gewoon doet. Betekent dat het niet gebeurt? Ik denk dat als je op YouTube gaat zoeken naar drone-experimenten van Nederlandse universiteiten bijvoorbeeld, zie je heel veel filmpjes van mensen die van weilanden opstijgen en allemaal spannende dingen doen. Ik weet niet of dat weiland in Nederland of in Duitsland is. Dat kan ik niet zien, maar ik kan me niet goed voorstellen dat dat allemaal in het buitenland is. Dus het gebeurt ongetwijfeld, maar daarmee kan je op geen enkele manier een professionele markt naar je toe trekken. Want uiteindelijk zal de afnemer zich afvragen, ja, hartstikke leuk, maar mag ik het dan ook toepassen? En die gaat zich natuurlijk wel zorgen maken over eventuele economische sancties, inspectie en andere zaken. De tweede vraag is, wat zouden we nu concreet kunnen doen? Er is regelgeving in de maak geweest over voor testlocaties. Die is 2 jaar geleden al aan de branche beloofd. Daar is vorig jaar eindelijk na de zomer een internetconsultatie geweest. Die is in oktober alweer afgerond. We zijn inmiddels in maart en het is volstrekt stil, radiostil op dit gebied. En dan nog wetende dat die nieuwe regelgeving eigenlijk ontoereikend is. Het enige wat die regelgeving oplost is dat je geen gekeurd toestel meer hoeft te hebben. Dus je mag met een experimenteel toestel vliegen en je hoeft er geen licentie meer voor te hebben. Maar je mag er nog steeds niet mee doen wat je wel wil in de economische realiteit. Namelijk autonoom of semi-autonoom vliegen. Samen met andere drones vliegen. 'S Nachts vliegen. Boven gebouwen vliegen. Dus ook al heb je een gecertificeerde testlocatie, lees een grote leeg gebied waar niks kan gebeuren, dan nog mag je daar niks doen. Ja, daarmee hou je feitelijk nog steeds die innovatie tegen. Dus wat kunnen we morgen doen? Deze regelgeving zo snel mogelijk aanpassen en invoeren. En dat kan volgens mij gewoon morgen. Ja. Zelf even twee vragen. Eén even doorpakken op die concreetheid over testen. Want ook in de vorige ronde hadden we het over testen, testen, testen. Nu ook weer. En ik begrijp, als je iets ontwikkelt, dan wil je iets gaan bouwen, een eerste proto, en dan wil je gaan testen natuurlijk. Maar we weten ook dat we hebben een klein land, Nederland, met ook een heel complex luchtruim. Defensie zit erin, burgerluchtvaart zit erin. En dan vraag ik even aan de heer Verhoef van het NLR, waar zijn nu in Nederland de meest geschikte testlocaties? Want er werd net gesproken over 15 vierkante kilometer, dat is oppervlakte. We moeten ook de lucht in. Dus we gaan, we zijn bezig met het herindelen van het luchtruim. Hoe gaan we dat hier inpassen? Kijk, zelf zeg ik ook van, we gaan niet op alle, in elke provincie een testbaan voor auto's of vrachtwagens neerzetten. Ik vind ook dat we dan eens kritisch moeten kijken, waar zijn dan de meest geschikte testlocaties in de praktijk voor deze innovaties? Ja, dank voor die vraag. Ik ken niet uit mijn hoofd de complete luchtruimindeling van Nederland. Ik weet wel dat er natuurlijk diverse regionale initiatieven zijn om iets te doen met drones. Uiteraard van belang bij de herindeling luchtruim om rekening te houden met wat drones gaan brengen. Ik noemde ook al U-Space daarnet in mijn inleiding. Rekening houden met wat dat voor mogelijkheden en implicaties heeft voor herindeling luchtruim is essentieel. Verder denk ik dat het belangrijk is dat in de verschillende regio's waar initiatieven zijn, dat we goed kijken naar hoe kunnen we elkaar aanvullen. Hè? Dat we ook echt landelijk gezien zorgen ervoor dat we ieder bepaalde speerpunten kunnen bedienen. Ik denk dat de complexiteit van Nederland in die zin juist een kans biedt. Hè? Als we het hier voor elkaar krijgen, dan kan het overal. Dus zo kan je hem ook omdraaien. Dat geeft niet helemaal een antwoord op waar precies, maar wel meer procesmatig, denk ik, hoe je er tegenaan kan kijken. Dank u. Dan de heer De Jong en ik zie de heer Jonker nog. Hè? Ik moet nu even dubbelrol spelen, dat merkt u nu. Hè? Ga
gaat er goed af, voorzitter. Nee, inderdaad, even als aanvulling op uw vraag. Het testen is natuurlijk niet alleen het testen van iets nieuws, maar testen kan ook zijn de gedragingen van een drone. Hè? Een simpele test van hoe werkt nou een geofence en hoe exact is dat nou, dat is natuurlijk heel belangrijk bij het kijken naar de integratie tussen bemand en onbemand verkeer. Maar als je een nieuw traffic management systeem wilt testen, dan wil je dat natuurlijk op een luchthaven doen waar verkeersleiding is. Dus je kunt niet zeggen van die plek in Nederland is geschikt om te testen. Want het hangt heel af wat je nodig hebt om die functionaliteit te testen. En u moet ook denken aan dat wij gewoon telefoontjes krijgen van grote bedrijven die gewoon met vrachtkisten van 20 ton onbemand willen gaan vliegen. Ja, daar heb je gewoon een start- en landingsbaan nodig, verkeersleiding nodig. En dan praat ik even voor mezelf, dan heb je dus gewoon een luchthaven nodig. Maar het kan ook een weiland zijn in the middle of nowhere, maar het kan ook een locatie zijn zoals mijn andere buurmannen het aangeven. Dus je hebt niet één geschikte locatie, maar je moet er een paar vinden. En ik denk dat wij met de bestaande testcentra prima samen kunnen werken, zodat we allemaal ook van elkaars gebied of specifieke eigenschappen gebruik kunnen maken of gewoon het gedeelte van die test daar laten plaatsvinden. Zo'n regie en samenwerking sta ik ook wel voor. De heer Jonker. Ik wou het eigenlijk even vergelijken met de modelvliegers. Er zijn in Nederland een heleboel modelvliegclubs, zelfs in gecontroleerd luchtruim. Daar wordt gevlogen met toestellen met 2 meter spanwijdte, jets, die 300 kilometer per uur kunnen. Dus het lijkt me niet zo heel lastig om een aantal locaties in te richten waar testen uitgevoerd mogen worden. Oké, dank u wel. Dan heb ik een tweede vraag. Dat heeft meer te maken, dat kwam ook in de eerste blok of de tweede blok rond. Moeten wij eisen gaan stellen in de drones, in de particuliere markt, dat kun je ze gaan begrenzen? We hebben ook scooters die we begrenzen op snelheid of op hoogte. Kun je ze, en wil je daar eisen ook aan stellen dat elk zo'n drone die in de winkel ligt, ofwel bij de Bart Smit of bij de Mediamarkt, dat daar een sensor in moet zitten dat die in elk geval detecteerbaar is? En dan vraag ik even aan de heer van TNO en dan anderen misschien aanvullen. Ja. Ik zou adviseren om dat zeker te doen, alleen dat heeft wel prijsconsequenties voor de drones. Maar ik zou het een heel goed idee vinden wanneer een drone een module heeft waarmee je de drone kunt identificeren en gewoon weet wat voor drone het is, wat zijn functionaliteit zou kunnen zijn en zijn intentie. In ieder geval is dat voor de handhaving denk ik makkelijker om de eigenaar te kunnen traceren en ook de verantwoordelijke te kunnen vinden wanneer kwaadwillend of ongeoorloofd gedrag heeft plaatsgevonden met de drone. Daar zou ik wel voor pleiten. Ja. Dan aanvullingen hierop. De heer Verhoef. Ja, heel kort. Eerder werd al de vergelijking getrokken met de visvergunning, geloof ik. Hè. Dus als in aanvulling op dat soort technologische mogelijkheden kan je natuurlijk ook echt nog wel stappen zetten op hoe de particuliere gebruiker geïnformeerd wordt over waar die allemaal niet mag vliegen. In de vorm van betere informatievoorziening via een app en de kwaliteit van de onderliggende gegevens. Die ook dynamisch eigenlijk moeten zijn, wat op dit moment nog niet voorhanden is. Ik heb even nog één vraag. Ik had de antwoord misschien gemist op de begrenzingen, hoogte en snelheden. Is dat een mogelijkheid of wordt dat al toegepast? Ja, dat zijn dan de zogenaamde geofencing technieken. Dus die technologie bestaat wel, maar er is op dit moment geen verplichting vanuit de fabrikant om dat te voeren in hun drones. Dus het is met zoveel van dit soort zaken. De technologie bestaat, maar het is de moeilijkheid om dat in de industrie in te bedden. Wordt al aangewerkt. Dan de heer Dijkstra. Dank u wel. Ja, aanvullend. Sorry. Ja, heel kort. Ik denk dat dit ook een innovatieve uitdaging is voor Nederland. We kunnen namelijk gewoon wachten tot die technologie door de fabrikant wel ter beschikking wordt gesteld. En dan krijg je de situatie zoals die er nu eigenlijk al is. De grootste Chinese toeleverancier heeft die technologie gewoon ingebakken. En dan zeggen we feitelijk als Nederland, nou ja, dan moeten we dat maar als de standaard gaan beschouwen. Is dat nou echt wat we willen? Dat vraag ik me af. En nu geef ik echt het woord aan collega Dijkstra. Ja, want drones bieden natuurlijk heel veel kansen, heel mooie dingen, maar je hebt tegelijkertijd zeg maar, dat imago van de particulier het speelgoed. Terwijl
succesvol met een drone vliegen en zakelijk of professioneel vergt gewoon wat anders. Maar die dingen lijken zo verdomd veel op elkaar. Ik wil wat meer weten over die app, zoals die gebruikt wordt bij vissen. Is dat zo dat je dan, als je aan het vissen bent, heb je een visakte nodig? Maar die kun je dus op je app laten zien. Is zo'n soort situatie? Of moeten we het ook koppelen inderdaad de drone aan degene die hem koopt, aan de bestuurder, hè, de piloot? Dat dezelfde is? Zoals je dat met een afsluiten van een telefoonabonnement ook in feite doet? Of dat soort technieken? Ik wil wat meer weten over die app. Ja, daar zit inderdaad analogie. Kijk, op het moment dat je accurate gegevens kan bieden aan een gebruiker middels een app die ook de gebruiker signaleert dat hij op dat moment even niet mag vliegen, bijvoorbeeld als er een traumaheli voorbij komt, hè, en dat gebonden aan zijn drone daar een verplichting aan vastzit om zich daar aan te houden, dan kan je al heel veel voorvallen die gewoon door onwetendheid nu voorvallen, dus voorkomen. En waar ik in mijn inleiding ook voor pleitte, is dat de onderliggende gegevens die kunnen worden ter beschikking gesteld daarvoor, dat daar nog aan gewerkt moet worden. Daar ligt een plan voor, hè, om goede dynamische informatie te ontsluiten over tijdelijke no-fly zones bijvoorbeeld. En de markt is al lang bezig met het bouwen van apps op het basis van dat soort informatie. Maar de informatie zelf moet vanuit bronhouders hier in Nederland op een goede manier worden aangeleverd. En daar kan echt duidelijk op worden doorgepakt. Dank u. Dan ga ik even het woord de heer De Jong. En dan gaan we dan even nog kijken of er nog additionele vragen zijn vanuit de Kamerleden. De heer De Jong. Ja, nog een korte aanvulling op wat de heer Vroef aangeeft met de app. Ik wil hem hier niet promoten en dat mag misschien ook niet, maar er is natuurlijk een app voor snelheidscontroles. Maar die app die heeft ook de mogelijkheid om aan te geven op het moment dat een ambulance aankomt. En die geeft dan in de app aan waar die ambulance zich bevindt en waar die naartoe rijdt en hoeveel meter afstand die van je is. Dus dat werkt in de praktijk al, het is er al. Dus het is een kwestie van dat iemand het gaat bouwen en dan zou je het kunnen toepassen. Nee, ik merk dat de ene vraag de andere oproept, maar we hebben nog even de tijd. De heer Sandelowski en dan ga ik naar de heer Koopmans. Dan begin ik voor de traditionele vraag. De heer Paternotte. Ja, hij hoeft niet eens meer gebouwd te worden. Hij bestaat al. Er worden op dit moment systemen elders in de wereld geïmplementeerd waar je gewoon je vlucht van tevoren aanmeldt, waar je live verkeersgegevens te zien krijgt van eventuele vluchten in de omgeving, waar je vervolgens automatisch of handmatig een vergunning terugkrijgt, hè, want dit is geautoriseerd en eventueel zelfs de drone in beeld is bij de verantwoordelijke instanties. Dus het is er al. Dank u. De heer... Hoorde ik het goed? De heer Koopmans. Dank u, voorzitter. Eén vraag, maar in twee stukjes. Ik ben heel blij dat we zoveel innovatieve kracht hebben en dat moeten we zeker allemaal ondersteunen. Ik hoor natuurlijk ook, en u heeft het in mijn eerdere vraag gehoord, heel veel bezorgde mensen. Mensen die niet in deze sector zitten, maar mensen die gewoon een drone over hun tuin zien vliegen of over het strand zien vliegen. En die bang zijn dat ze gefilmd worden of zelfs dat ze aangevallen worden. Ik denk dat het ook een realiteit is en dat we zoveel mogelijk moeten doen, juist om die innovatie mogelijk te maken, om die zorgen weg te nemen. En ik wil daar toch eventjes de aandacht voor vragen. Maar dan mijn specifieke vraag. Moeten wij dan niet toe, in Nederland op zijn minst, en misschien veel breder, naar een systeem van echt landelijke dekking, totale overzicht, waar je dus altijd weet wie achter die drone zit. En dat je hem ook altijd kan onderbreken. Dus dat bijvoorbeeld de politie of de luchtverkeersleiding of wie dan ook hem altijd automatisch via een standaard systeem of zo onschadelijk kan maken. En kan dat dan ook, nog even los van de drones die zich netjes aan de regels houden, ingevoerd worden voor drones die zich dus niet aan de regels houden? Dank u wel. En aan wie gericht? En dit stel ik dan primair natuurlijk aan de heer Kluiters van de TNO. Maar anderen mogen graag... Ja, maar we houden het wel wat korter. Dus de eerste reactie even van de heer Kluiters. Dan doe ik ook even de andere vragen zometeen. Ja, dank u. Ik hoor een hele mooie technische uitdaging. Want er zit natuurlijk heel veel uitdagingen aan. Dus zult u begrijpen. Ja, een landelijke dekking. Het zou mooi zijn dat je weet wie zich waar bevindt. Want als toename komt van drones, heb je ontzettend veel drones vliegen. Natuurlijk heb je geofencing. Als dat goed werkt en niet gehackt is, dan zal zo'n drone ook wegblijven van de gebieden waar die niet mag vliegen.
Aan de andere kant, als je gaat aangrijpen, waarbij je dus signalen die worden gebruikt voor het bestuur van de drone gaat verstoren, dan heb je ook nevenschade. Je collateral damage zal ontzettend toenemen. Dus het is heel moeilijk om dat overal, zeker bij in de buurt van vliegvelden, om dat toe te passen. Dus dat is een behoorlijke uitdaging. Het zou ultiem zijn wanneer je dat technologisch zou kunnen maken, inderdaad. Maar op bepaalde gebieden zou je dat wel kunnen toepassen. Dus in gebieden waar de nevenschade geen probleem speelt, zou je dat inderdaad kunnen doen. En dat wordt in feite ook al gedaan. Zeker ook bij vliegvelden bijvoorbeeld, met behulp van geofencing, waar we het eerder over hadden. Dus ja, een mooie uitdaging en er is heel veel mogelijk. Alleen wil je dat goed implementeren in de maatschappij, ja, dat is echt heel moeilijk, denk ik. Oké, dank u. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, het is niet dat ik de zorgen van mijn twee buurmannen helemaal niet deel, maar ik denk dat het ook wel goed is om oog te houden voor de innovatie as such. Dus daarom wil ik eigenlijk nog één vraag aan alle vijf stellen. Of u één voorbeeld kunt noemen van een concrete belemmering die u ervaart bij drone-innovatie. Het kan een regel of papierwerk of een procedure zijn, maar dat wij even een concreet voorbeeld daarvan, als u dat kunt noemen. U daagt mij uit, hè, om de alle vijf aan het woord te laten, maar dan is het even kort en krachtig even reactie. Ja, voorzitter, ik hoorde u net zeggen, we hebben de tijd, dus ik dacht, oké, maar dan is de tijd ook zo heel snel op. Dus laten we dan nog even kort en krachtig zien de heer Stanulowski of de aftrap te doen. Ja, ik heb een hele korte voor u. Innovaties vinden vaak plaats samen met kennisinstellingen, bedrijven. Er zit soms ook nog van de overheid bij. Geen daarvan is piloot. En op dit moment bestaat zo'n innovatie dan uit een experimenteel platform. En dat mag de lucht niet in. Dan moet je eerst bijvoorbeeld naar de mensen hier naast mij bij de NLR. Dan moet het apparaat getest worden. Nou, de vraag is of dat überhaupt wel kan. Want je wil nog helemaal niet een marktrijp apparaat testen. Je wil gewoon kijken of je het doet. Nou, dat kan niet. Dat moet je dan binnen gaan doen. Dat is in een aantal gevallen is dat goed te doen. We hebben grote hangars. Maar in heel veel gevallen kan dat natuurlijk helemaal niet binnen. En zeker niet als je de toepassing zelf wil testen. Als het niet alleen gaat over het vliegen, maar ook of hij doet wat je wil dat hij doet, maatschappelijk of economisch gezien. Next. De heer Verhoef. Ja, in aanvulling daarop, het zit hem vooral denk ik in de snelheid waarop dingen kunnen worden gerealiseerd. Hè. Eerder is al genoemd, het is een disruptieve technologie. De vaart zit er enorm in. Ik pleit in mijn inleiding al voor een meer standaard aanpak in plaats van case by case als het gaat om eisen aan de operatie en aankeuringen. En dat is echt een belangrijk om aan te pakken in dit geval. De heer Kleuters. Ja, belemmeringen. Geld. Het onderzoek kost natuurlijk geld. Daar moeten we gelden voor zijn, uiteraard. Zoals ik ook eerst zei, de ROC, ROC Light, die staat ons in de weg. Testlocaties zijn er. Daar kunnen we zeker van gebruik maken. Dat is geen probleem. En wat wij ook heel graag willen is internationale samenwerking. En dat is ook soms wel heel lastig om dat te vinden. Kijk, Nederland heeft natuurlijk een ambitie om droneland te worden. Ik denk dat we dat heel erg, zeker in Europa, een hele mooie positie kunnen verwerven. En daar moeten we ook zeker voor gaan. Ja, u zegt internationale samenwerking. Wat is daar dan de belangrijkste belemmering bij die u ervaart waarom dat lastig is? Verschillende wet- en regelgevingen in verschillende landen. Dus je bent eigenlijk gebaat om een Europese wetgeving te hebben. Zeker in het ontwikkelen en testen van countermeasures, wat mijn vakgebied is. Bijvoorbeeld, ja. Dank. Dan kijk ik naar de heer Dijkstra, of die nog... Ja. Dan wil ik jullie allen bedanken, tenzij er nog een laatste uitsmijter klaar ligt. Dan sluit... Ja, de heer De Jong. De heer De Jong heeft twee keer aan tafel gezeten en die sluit ook af vandaag. Ja, als u mij dan toch de kans geeft, dan grijp ik hem ook. Ja. Ik wil u eigenlijk nog wel even aan het denken zetten als u straks de zaal verlaat. Want we hebben het hier over drones. Maar het gaat eigenlijk ook over schepen. Het gaat over auto's. Het gaat over vliegtuigen. Die gaan straks allemaal onbemand vliegen, varen en andere dingen doen. Schepen kunnen dicht bij elkaar in transport onbemand gaan varen. Er zijn drones die reparaties uit kunnen voeren aan die schepen terwijl ze aan het varen zijn. We staan aan de vooravond van een soort nieuwe industriële revolutie. En dat moeten we met elkaar wel heel goed identificeren en daar onze maatregelen op nemen. Het is niet meer te stoppen, het gaat er komen, maar het gaat ons enorm veel helpen ook. Kijk, dat is een mooie afsluiter. De heer Verhoef dan. Heel kort maar.
we zijn natuurlijk heel erg in belemmeringen aan het denken, maar er zijn ook heel veel leuke kanten aan drones. Dus ik wil bij deze ook de Kamerleden van harte uitnodigen bij NLR en op het NRTC om eens een keer het uit te proberen en misschien wel een brevetje te halen. Dank u. We sluiten. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel voor de mensen op de tribune. We gaan door naar blok 4. Zou ik willen voorstellen, als de mensen, de sprekers aanwezig zijn, dan weet ik even niet, dat we ook direct doorgaan. Ja? Welkom voor het laatste blok van de ronde tafel drones. En de laatste blok gaat over de praktijk, particulier en zakelijk. Welkom de heer Van Nieuwland, voorzitter branchevereniging DRPAS, Dagpas. De heer De Jong, freelance filmer. De heer Van Vuren, Aerial Pro, advies- en softwareoplossingen voor professionele drone-operators, hele mond vol. De heer De Jager, Drone Watch, website, forum en diensten voor luchtfotografie en film. En de heer Nijhuis, Clear Flight Solutions, ontwikkelaar Rob Birds. Even punt van orde, dat hebben jullie misschien al meegekregen. U krijgt ieder 3 minuten het woord. De microfoon aanzetten, want dan komen de camera's richting u voor de mensen thuis. En als jullie allemaal in de beurt, dan gaan we naar de Kamerleden voor de vragenronde. Geef ik het woord aan de heer De Jong. Ja, het verzoek heb ik gemist. De heer Van Nieuwland. Dan gaan we naar de heer Van Nieuwland als eerst. Excuseer. Was een verzoek. Dank voor de uitnodiging aan DARPAS, de branchevereniging voor professioneel dronegebruik. En we vertegenwoordigen de branche in volle breedte. Huidige frustraties in de markt. Nou, er zijn er vandaag al een aantal langsgekomen. Ik kan het toch niet laten om daar vast te houden aan mijn eigen tekst. Zowel DARPAS als andere vandaag gehoorde partijen zullen u vertellen dat er veel frustraties in de markt zit. Om dit te duiden kijken we naar de verschillende groepen.
De groep van 64 ROC-houders. Zij hebben veel tijd en geld geïnvesteerd in het bemachtigen van een vergunning bij ILNT. Dit proces wordt ervaren als een uiterst moeizaam traject dat onnodig stroperig verloopt. Bijvoorbeeld keuringen à 2.500 euro per stuk, zelfs voor de 100ste droom van hetzelfde type. En een onnodige lange doorlooptijd waar we het al over gehad hebben. Die investeringen kunnen zij onder de huidige operationele beperkingen zeer moeizaam terugverdienen. U moet hierbij denken aan beperkt vliegen in gecontroleerd luchtruim rond grote luchthavens, vooral van belang voor de drone-toepassingen in industrie, havens en stedelijk gebied en de landbouw. Het niet kunnen vliegen boven bebouwing en infrastructuur, ook voor dezelfde toepassingsgebieden. Het niet verder weg mogen vliegen dan 500 meter voor inspecties van lijnvormige infrastructuur, serieuze pakketdiensten voor medicijnen, reservedelen brengen naar moeilijke toegankelijke plaatsen, windmolenparken, op zeeplatforms en dergelijke. En naar de eilanden. Verbod op autonoom automatisch vliegen. In de landbouw zeer belangrijk. Dan is er pas een business case wanneer er weinig of geen personeel nodig is voor het doen van lage automatische gewasinspectievluchten boven eigen terrein. En het niet vliegen in de donker. Belangrijk voor toezichthoudende functies en inspecties van gewassen en verkeerstellingen in de spits tijdens de winter. Dit zeggen niet alleen de aanbieders van deze drone-diensten, zoals ze lid zijn van onze vereniging, maar zeker ook hun potentiële klanten, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam. Terwijl vele illegale, niet voor de job gecertificeerde bedrijven deze opdrachten wel uitvoeren. Gisteravond nog te zien bij PAU, een inspectie van de Euromast in Rotterdam in de CTR. Zo kan je geen gezonde branche ontwikkelen. Dan de andere grote groep van bijna 500 ROC-light-ontheffingshouders. Ook zij lopen tegen beperkingen aan en moeten neven kopen aan hun klanten, waarvoor straks meer aandacht. Ook deze groep zit terecht met frustraties omdat er geen evenwicht is tussen beperkingen van hun kant en de beperkingen die de recreant-droomvliegers ondervinden. Om deze prille branche niet in de wieg te smoren, roepen wij op om samen overheid en sector aan de slag te gaan met het wegnemen van deze beperkingen en vragen om het vergroten van de pakkans en het verhogen van boetes op illegaal professioneel drone-inzet. Het is goed dat er eisen worden gesteld aan de verschillende operators, maar het moet wel reëel zijn dat er inkomen mee verdiend kan worden. Stappen ter verbetering van de slechte situatie in de NL-drone-branche. Zelf als brancheorganisatie dragen wij bij in een Europees en Nederlands gesubsidieerd project ICARIS, met als doelstellingen meer eindgebruikers bekendmaken met de on- en mogelijkheden van drone-inzet en het wegnemen als beperkend ervaren worden regelgeving. Snelle invoering van regeling rond test- en demo-sites, hebben we het vorige blok uitgebreid over gehad, met de mogelijkheden voor use-wise. Bij invoering van de Nederlandse interpretatie van Europese regels willen we voorkomen dat we weer met dezelfde onnodige frustraties opgezadeld worden. Remedie is intensief samenwerken tussen de overheid en belanghebbende partijen. Een consultatie vooraf in plaats van achteraf. Op naar een door de ministerie gedragen structuur van een nationale dronegroep, waarin door alle relevante stakeholders met elkaar voorstellen kunnen worden gemaakt die uiteindelijk door het ministerie in regels worden omgezet. Zo kunnen we het ministerie ook helpen, nu medewerkers worden weggetrokken naar andere belangrijke dossiers. U moet gaan afronden. Zo'n aanpak leidt in de ons omringende landen, daar drone councils geheten, tot grote acceptatie en een succesvolle branche. Dank u wel. Dank u. Dan werk ik even van achter naar voren. Dan geef ik nu het woord aan de heer Nijenhuis. Dan maken we de volgorde even af. Dank u wel, voorzitter, en dank u wel, commissie, voor de uitnodiging. Ik begin met een disclaimer. We hebben het hier enkel en alleen, of tenminste ik, over professionele drone toepassingen en niet over consumentengebruik. Alle discussies over regels, privacy en bedreiging losgelaten. Het is bijzonder dat we niet beginnen te kijken vanuit de potentie. Als ik begin bij onszelf bijvoorbeeld. Wij zijn een uniek innovatief bedrijf dat Nederland internationaal op de kaart kan zetten. Wij kunnen iets en doen iets wat bijna niemand anders kan. En wat ook nog eens bij kan dragen aan de vliegveiligheid in het algemeen. Echter, in Nederland mogen we het niet. En wij zijn niet de enige. Als ik kijk hier naar de grote eindgebruikers, dan zitten die er niet. Waar zijn de grote pakketbezorgers? Waar zijn de spoorwegen? Waar is de petrochemische industrie? Die zitten hier niet aan tafel, omdat het in Nederland bijna niet mogelijk is wat ze willen. Zowel in het uitgebreid testen als het daadwerkelijke toepassen.
En dat wordt een soort self-fulfilling prophecy. De discrepantie binnen de overheid is ook groot. Als ik kijk naar de ambitie bij DGB om goede faciliterende regels te maken, dan betreft dat lof, dan verdient dat lof. Maar als ik vervolgens kijk naar de werkbaarheid, naar de interpretatie van de inspectie en hoe zij werken, dan is dat een heel ander verhaal. En het is al vaker genoemd dat het onmogelijk kan zijn dat het tot een jaar moet duren om een licentie te krijgen. En waar is EZ in het algemeen? Zo'n grote marktpotentie, tientallen miljarden in heel Europa en EZ ontbreekt. Dus dat zaadje wat er is, die potentie die er ligt, komt nooit tot kieming en daarmee is de self-fulfilling prophecy rond. De beperkende regels, de strenge interpretatie, maar ook bijvoorbeeld het gebrek aan een goede roadmap die ons laat zien vanaf wanneer we wel iets mogen, ontbreekt volledig. Daarmee is het een ongezonde en onwerkbare situatie in Nederland en gaan de meeste bedrijven failliet voordat ze ook maar kunnen beginnen. Een praktijkvoorbeeld van onszelf is het verbod op het vliegen in CTR's en in ons geval specifiek op vliegvelden. Dat heeft bij ons in de afgelopen 5 jaar tot tonnen aan economische schade geleid. En wij zijn noodgedwongen naar het buitenland te gaan om daar ons werk te doen. Gelukkig worden wij gesteund door investeerders, waardoor we ook daadwerkelijk naar het buitenland kunnen gaan. Aantoonbaar bijdrage aan vliegveiligheid kan hier dus niet, maar wordt in het buitenland omarmd. Dit is maar één voorbeeld, maar er zijn er vele. Hoe moeilijk kan het zijn om uitzonderingen te creëren, om ontheffingen te creëren, om creatief om te gaan met wet en regelgeving, natuurlijk met veiligheid voorop, met het oog op realisme en toepasbaarheid, maar kijkend naar de potentie die past bij de rijke luchtvaarthistorie van Nederland. Dank u wel. Dank u. Netjes binnen de tijd. Dan geef ik nu het woord aan de heer Jager Droon van DroneWatch. Geachte commissieleden, beste aanwezigen, dank voor de mogelijkheid om hier mijn verhaal te doen. Mijn naam is Wiebe de Jager van DroneWatch, een website die door zo'n 30.000 drone-liefhebbers in Nederland per maand wordt bezocht. Vandaag spreek ik namens zo'n 100 ROC Light vliegers die zeer recent afgelopen weekend deelnamen aan een enquête die ik organiseerde. Het blijkt dat ik niet de enige ROC Light vlieger ben die vaak beperkt wordt door de restricties van de minidrone-regeling. Zo'n 70% van de ondervraagden loopt regelmatig tegen de maximale vlieghoogte van 50 meter en vliegafstand van 100 meter aan. De minimale afstand van 50 meter ten opzichte van wegen en bebouwing en het verbod op vluchten boven industrie- en havengebieden beperkt ruim de helft van de respondenten. Deze beperkingen leiden ertoe dat maar liefst 83% van de ondervraagden wel eens nee moet verkopen aan een opdrachtgever. Schrikbarend is dat maar liefst 9 op de 10 ondervraagden denken dat de strenge restricties illegaal vliegen door henzelf of door anderen in de hand werken. De strikte regelgeving zet de rem op de sector. Slechts 1 op de 20 deelnemers zegt een financieel gezond bedrijf te kunnen baseren op het ROC Light. Maar een kwart van de ondervraagden denkt dat het loont om te investeren in het volledige ROC. 4/5 vindt zelfs dat er in Nederland op dit moment geen gezonde dronesector mogelijk is. Het gebrek aan handhaving en het feit dat er op tv regelmatig illegale droneshots te zien zijn, is veel ROC Light vliegers een doorn in het oog. Andere zaken waar men zich aan ergert is een gebrek aan kennis over de regelgeving bij agenten, bij BOA's en het feit dat allerlei natuurorganisaties en gemeenten zonder het juiste mandaat restricties invoeren. Mede op basis van deze enquête en eigen ervaringen doe ik daarom een aantal aanbevelingen. Ten eerste, geef ROC Light vergunninghouders de mogelijkheid om tot 120 meter hoog te vliegen en schaf de horizontale afstandsbeperking af. Verlaag de minimale afstand ten opzichte van wegen, bebouwing en voeren vaartuigen van 50 naar 25 meter. Sta operaties boven industrie- en havengebieden toe. Focus als het gaat om handhaving eerst op illegaal gemaakte dronebeelden in de media. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. Zorg ervoor dat agenten en BOA's beter bekend zijn met de regelgeving. Maak aan lagere overheden duidelijk dat zij geen mandaat hebben om allerlei luchtruimrestricties in te stellen. Wat betreft de regeling modelvliegen, houd die vooral zoals die nu is. Want een hoogtebeperking van 50 meter en een afstandsbeperking van 100 meter is amper handhaafbaar. En het leidt tot jojo-beleid als dadelijk de Europese regelgeving toch weer naar die 120 meter gaat.
Maak vooral werk van voorlichting, want de meeste overtredingen, we hebben het vaker gehoord vandaag, zijn een gevolg van onbekendheid met de regels. Tot slot wil ik u graag vragen om de ontwikkelingen in een breed perspectief te zien. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en een drone zoals deze hier biedt inmiddels meer mogelijkheden dan de toestellen van een paar jaar geleden. Ook op het gebied van veiligheid gaan de ontwikkelingen razendsnel. Dit soort drones kunnen bijvoorbeeld zelf obstakels ontwijken en ze zijn voorzien van mechanismen die nabij luchthavens voorkomen. En ze zijn zo licht dat als ze uit de lucht vallen, dan is er meestal niet zoveel aan de hand. Ik krijg afronden. In het buitenland bewijzen drones die door professionals gebruikt worden keer op keer levens te kunnen redden en gevaarlijke situaties te kunnen voorkomen. Het vraagt weinig voorstellingsvermogen om te bedenken dat ook een kleine drone zoals deze heel veel gevaarlijke situaties in de bouw, bij het onderzoeken van schade aan daken, bij verkeersincidenten, etc. kan voorkomen. Maar dan moet de regelgeving daar wel in voorzien. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, de heer De Jager. Dan ga ik naar de heer Van Vuren. Ja, beste voorzitter, bedankt. Commissie, ook bedankt dat wij hier aanwezig mogen zijn. Dat wij onze ervaring mogen delen in dit rondetafelgesprek. Bij Aerial Pro adviseren wij bedrijven over de wet en regelgeving. En we helpen bedrijven ook met het verkrijgen van de vergunningen die er in Nederland zijn. Het ROC Light en het ROC. En door onze positie hebben wij een goed overzicht op wat de markt nou precies wil. En naast dit advieswerk ontwikkelen we ook software waarmee zowel particulieren als professionals veilig en verantwoord kunnen vliegen of het in ieder geval mogelijk kunnen maken om te vliegen met drones. Zo hebben we onder andere voor de grote verzekeraar ASR een app ontwikkeld. Waar onder andere door meneer Major Hazes en andere sprekers in het vorige blok al aan werd gerefereerd. Met deze app kunnen dus recreatieve dronevliegers zien waar ze wel en niet mogen vliegen en wat de regels zijn. En deze app die wordt eigenlijk al door duizenden dronevliegers op dit moment gebruikt. En dit bewijst dan ook dat er behoefte is aan duidelijke informatie over dit soort onderwerpen. Wij ontwikkelen op dit moment ook een systeem voor professionele gebruikers. En dat wordt eigenlijk gebaseerd op de richtlijnen die de Europese Unie straks aandraagt door middel van het U-Space systeem. Ik zou vandaag even twee dingen willen aanstippen die ons zijn opgevallen de laatste tijd. Het eerste punt is het grote verschil tussen de twee vergunningen. In Nederland hebben we dus twee vergunningen, het ROC Light en het ROC. Als ROC Light houder moet je dus, wat de heer De Jager ook al zei, tenminste 50 meter afstand houden van onder andere bebouwing en wegen. Met een ROC mag je op 25 meter komen en mag je zelfs dichterbij als je een bepaalde ontheffing daarvoor hebt. Een ROC is echter een vrij dure aangelegenheid. Je bent al snel €15.000 euro kwijt. Om die vergunning te bekrijgen. Voor een ROC Light daarentegen ben je maar €1.500 euro kwijt, maar mag je dan natuurlijk ook veel minder. En ons idee is dat gat veel te groot. Voor een simpele dakgootinspectie heb je bijvoorbeeld al een ROC nodig en kan je niet met een ROC Light af. Even kijken, veel bedrijven die halen daardoor wel een ROC Light, omdat ze dan zeggen, we hebben in ieder geval maar een vergunning, maar vervolgens gaan ze dan wel dingen uitvoeren die onder een ROC vallen eigenlijk. Dus ja, naar ons idee is dat niet echt een wenselijke situatie. We stellen dan ook voor dat het goedkoper moet worden om een ROC te bemachtigen. Wat ik net zei, het kost €15.000 euro en alleen al het aanvragen van de vergunning ben je al bijna €1.900 euro verder. En dat is voor veel bedrijven gewoon niet te betalen als je het wilt testen met een nieuwe technologie. Graag afronden als we. Ja. Een ander dingetje waar wij op willen hameren is eigenlijk het grote aantal no-fly zones in Nederland. Het is al genoemd, er zijn veel gecontroleerde luchtruimgebieden in Nederland. En daar mag sowieso voor ROC-lighthouders niet gevlogen worden. ROC-houders moeten daar ook weer heel veel voor investeren. En wij stellen voor om die gebieden, net als in andere Europese landen, op te delen in stroken en daar simpelere regels mogelijk te maken. Dank u, de heer Van Vuren. Dan gaan we naar onze laatste eerste spreker. De heer De Jong.
Dank je allen voor de uitnodiging. Ik voel het als een eer om hier te zitten. Ik vertegenwoordig mezelf, geen groter bedrijf of organisatie. Ik zit hier als dronevlieger en ik vind het fijn om hier te mogen zijn. Ik ben zowel hobbyist als professioneel vlieger. Ik heb een grote passie voor alles wat met vliegen te maken heeft. Vliegtuigen, Schiphol vind ik mooi. En ik wilde vroeger alleen maar piloot of luchtverkeersleider worden. Dat is als 12-jarige jongen bereikbaar geworden door modelvliegen. En daar komt ook de belangstelling voor drones vandaan. Op het moment dat je de wereld vanuit de lucht kunt zien, ziet alles er in één keer heel anders uit. De huidige regelgeving werkt in principe prima voor recreatieve vliegers. We moeten niet vergeten dat dat er echt een heleboel zijn. Onlangs hebben we nog fantastisch mooie beelden gezien van het bevroren IJsselmeer. En mensen die natuurlijk aan het schaatsen waren op natuurijs. Dat soort mooie filmpjes kun je maken binnen de huidige regelgeving. Moet je dus wel uitkijken dat je voldoende afstand houdt, et cetera. Dat soort mooie dingen maken zou ik graag blijven toejuichen natuurlijk. Mits je je houdt aan de regelgeving en mensen die moeten daar natuurlijk wel vanaf weten. Wat je inderdaad ziet, wat Wiebe ook al heeft gezegd, dat je op tv regelmatig illegaal gemaakte beelden ziet. Ik werd bijvoorbeeld wel eens gevraagd om tijdens de paasvuren vanuit de lucht te filmen om dat live op tv uit te zenden. Mag niet, want het is dan donker. En wat zie je de volgende dag? YouTube staat helemaal vol met allemaal paasvuurfilmpjes. En ook de tv die is daar blij mee om het uit te zenden. Dat zie je trouwens niet alleen bij nieuwsprogramma's, maar ook in tv-series en dure commercials. En wat mij ook opvalt is dat de zaken waar je de drones koopt, dus in de winkel, maar ook natuurlijk online, niet verplicht zijn om informatie te geven over wat wel en niet mag. En ik denk dat heel veel mensen in principe natuurlijk geen kwaad in de zin hebben, maar gewoon niet vanaf weten. Dan, toen ik als freelance filmmaker een bedrijfje begon om te filmen, leek het natuurlijk hartstikke mooi om een link te leggen met het dronevliegen, maar de wetgeving die zat wel heel erg in de weg. Dat is dus niet echt gelukt. En sinds een tijdje beschik ik over het ROC Light brevet. Daarmee kan ik af en toe wel droneshots maken. Maar ik loop altijd nog tegen een paar dingen aan. De afstand die ik van gebouwen, mensenmassa's moet houden, is vaak een beetje te beperkend en onwerkbaar in heel veel situaties. Bovendien zijn er naar mijn inzien heel veel no-fly zones en die zijn natuurlijk goed, maar die zijn vaak te groot. En zoals Stefan zei, daar kunnen we veel meer uithalen, denk ik. Ik heb de ROC Light omdat mijn core business nog steeds het filmmaken is. En hoe graag ik die overstap ook zou willen maken naar puur en alleen professioneel dronevliegen. De hoge kosten, de moeilijkheden en de doorlooptijd in de aanvraagprocedure voor een ROC. Daarbij komen het ook de kosten die erbij komen, maken het voor mij onmogelijk. Op dit moment. Afronden. Ja. Ja. Dan ga ik naar mijn laatste puntje. De pijnpunten voor filmmakers zijn dus veel no-fly zones die te groot zijn. We lopen aan tegen veel dingen als maximale vlieghoogte en afstand. Er zijn veel grijze gebieden in de wetgeving. En dan noem ik woorden als aaneengesloten bebouwing en mensenmassa's. Maar gelukkig zie ik in de videowereld steeds meer aanvragen die bedrijven doen voor dronevliegers, dat ze echt vragen om gecertificeerde dronevliegers. Dat is een goed teken. Het gaat de goede kant op in ieder geval. Ik merk dat iedereen goed zijn best doet om het duidelijk te maken voor iedereen. Helaas, u spreekt met heel veel passie. Dat en daar ben ik ook blij mee. Ja. En misschien dat u dadelijk nog de kans krijgt in de tweede instantie om nog punten te maken. We gaan naar de Kamerleden. Dan begin ik bij de heer Dijkstra met de eerste vragen. Ja, dit blok, dank jullie voor jullie bijdrages. Inderdaad, het spreekt veel passie uit. En het blok is praktijk, particulier en zakelijk. Kan ik het een beetje zo beluisteren dat jullie allemaal zeg maar, als hobbyist zijn begonnen en dat het uiteindelijk je werk wordt of kan worden? En dat je nu ook zegt van, nou ja, nu we zover zijn, wij investeren daarin, we nemen dit serieus. Dan vinden we ook dat andere, nieuwe, ook dat serieus moeten nemen.
Mijn vraag is eigenlijk, en denk dat ik die aan meneer De Jager ga stellen. Want als dit nu inmiddels voor jullie allemaal ja, zakelijk of semi-zakelijk, of je wil het in ieder geval zakelijk uitbouwen, is. Hoeveel bedrijven zijn er eigenlijk actief in deze sector, zeg maar? En is die wel te omvatten, is die te omschrijven? Want het is natuurlijk allemaal nieuw en groeiend. En hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk mee bezig? Daar ben ik wel benieuwd op. Wat is de omvang van deze sector? Om ook te kijken van, nou ja, er werd 10 miljard al genoemd ergens wereldwijd in potentie. Ik wil het een beetje plaatsen op ons niveau, zeg maar, hier in Nederland. Waar zijn we op dit moment zelf mee bezig? Ja, bedankt voor uw vraag. Als je naar de website van ILT gaat, daar zijn er up-to-date overzichten van het aantal bedrijven dat momenteel onder ROC Light en onder ROC vergunning vliegt. ROC Light zijn er momenteel 490, volledig ROC zijn er momenteel 67 uit mijn hoofd. Dus het gaat niet over enorm grote aantallen. En je ziet ook in de fora die ik beheer, dat heel veel mensen heel erg aanhikken om die stap te zetten om te gaan investeren in een ROC Light of het volledige ROC. Dus men is heel erg afwachtend en kijkt de kat uit de boom. Dus die marktomvang op dit moment is nog zeer miniem in mijn mening. Als ik hem mag aanvullen, we hebben inderdaad in Nederland ROC en ROC Light vliegers. We hebben iets van 1200 piloten, ROC-piloten, die geregistreerd zijn. Als we dit vergelijken met de ons omringende landen, dan durf ik niet meer het woord Nederland-droomland in mijn mond te nemen. Want ondanks dat er verhoudingen natuurlijk anders zijn in omvang van het land, kijken we naar vele duizenden geregistreerde bedrijven, dus praten we nog niet eens over piloten, maar bedrijven in Frankrijk, Engeland en Duitsland en Spanje. Dus helaas steken we daar negatief tegenaf. Ik hoorde nu ook Nederland droneland noemen. Is er een of andere, is dat een soort rapport of is er een soort stuk of zoiets? Hebben we daar een bepaalde visie op? Want u noemt het als een soort titel. Volgens mij staat het in een van de kamerstukken zo genoemd. Nederland droneland. Ja. Oké. Okay. Moet eens induiken wat er is en wat er dus nodig drone. Is. Als je naar de volle potentie wil kijken van wat het in Europa, hoe het in Europa geschetst is, dan zou ik u het rapport van César Jus aanbevelen. Een organisatie in Europa die verantwoordelijk is voor de integratie van het bemande luchtruim, maar die recentelijk ook de taak erbij heeft gekregen om de onbemande luchtvaart hierin te integreren. En die hebben voorafgaand aan hun taak een rapport geschreven van wat komt er op ons af in Europa. Zeer lezenswaardig rapport. Dank u. De heer Paternotten. Ja, even kijken. Meneer Van Nieuwland van Dorpas, ik zou u eigenlijk een vraag willen stellen waar u het niet over heeft gehad, maar die uit uw paper komt. Omdat u ook zegt dat het belangrijk is dat Nederland gaat deelnemen aan AST-STAN, de instantie aangewezen door de EASA om internationale standaarden voor dronevliegen te ontwikkelen. Mijn vraag is inderdaad, waarom is dat zo belangrijk? Wat denkt u dat er precies voor voordelen daaruit kunnen halen en wat dat kost? U heeft het ook gehad over de handhaving. Ik was vooral benieuwd hoe u denkt dat de handhaving kan verbeteren. Meneer Van Vuren en de heer De Jager zou ik eigenlijk nog willen vragen, want het verschil €1.500 voor ROC Light, €15.000 voor een ROC-vergunning. Wat is nou concreet het verschil in vaardigheden die een piloot leert bij die twee verschillende ja, certificeringen? Wat moet de ene piloot nou absoluut wel kunnen en wat hoeft niet bij ROC Light? Hoe is het verklaarbaar dat het verschil tienvoudig is? Oké, dank u voor uw vraag. Ik begin bij de vraag over de certificering, of nee, de standaardisering, sorry, ASD-STAN was de vraag. Dat is vooruitlopend op de Europese regelgeving die onderscheid maakt in een aantal gebruiksklassen. Ze zijn al de revue gepasseerd, dus de open klasse, de specific klasse en de certified klasse. Het huidige voorstel van EASA richt zich op de eerste twee klassen. En met name voor de eerste klasse, dus de open category, is standaardisering erg belangrijk, omdat dat samenhangt met het CE-keurmerk wat ingevoerd gaat worden voor de drones die onder die klasse gebruikt mogen gaan worden. Er zijn nu maar een beperkt aantal landen, uit mijn hoofd zeg ik een stuk of 6-7 landen, ik heb ze niet helemaal paraat, maar in ieder geval Nederland zit daar niet bij, die daar hun bijdrage aan betaald hebben en dus mogen meepraten om die standaarden te bepalen. En het zou dus erg belangrijk zijn als wij een toontje mee willen praten,
daar ook bij zouden kunnen zitten om die standaarden mede te helpen vormen in Europa. Anders worden ze weer over ons afgeroepen. Zie je een paar voorbeelden van die 6-7 landen? Die ongetwijfeld ook drone-landen zijn. Ik weet dat Frankrijk, Spanje en Duitsland daar, zeg ik even uit mijn hoofd, maar hang me er niet aan op. Maar ik kan u die vraag wel achteraf wel duidelijk maken, want het is bekend. En het is belangrijk om tot die standaarden te komen, omdat je daarmee zeg maar randvoorwaarden schept aan welke toestellen er gevlogen mogen worden, bijvoorbeeld in die open categorie, dat ze wel 120 meter hoog mogen vliegen, maar niet zomaar, dan moeten ze wel voldoen aan bepaalde standaarden. Nou, dat is belangrijk om die met elkaar te bepalen. Oké. De andere vraag die u stelde was hoe de handhaving te verbeteren. Ik denk dat er al een aantal issues voorbij gekomen zijn vandaag. Ik denk nogmaals dat de voorlichting veel beter kan. Er zijn goede pogingen geweest van het ministerie. Zeker rond de feestdagen, wanneer ze weer onder de kerstboom of in de schoen gestopt worden. Zeker van belang, maar ik denk dat dat nog krachtiger gedaan kan worden, zodat iedere consument dit zou moeten kunnen weten. En een ander belangrijk punt is dat de agent op straat niet meer vraagt, zoals in het bekende spotje, ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik even, houding heeft. Maar dat de agent op straat de juiste vragen weet te stellen aan de operators. En ik zie daar wel een goede ontwikkeling, want ik hoor van vele van onze gecertificeerde bedrijven dat ze controle krijgen van een agent en de agent de juiste vragen weet te stellen. Dus daar is hoop. Dank u. Dan ga ik naar de heer Koopmans. Aanvulling? Ja, er was nog een vraag over het verschil in de kosten tussen het ROC Light en het ROC. En de vraag was, nou, wat verschilt er dan in tussen die vergunningen? Nou, wat je bij een ROC Light ziet, is dat je eigenlijk alleen een korte theorieopleiding moet volgen als piloot zijnde. Je moet je drone verzekeren en vervolgens moet die ingeschreven worden in het luchtvaartuigregister. Bij een volledig ROC komt er veel meer bij kijken. Dan moet de piloot naast een theorieopleiding die niet alleen langer is, maar ook een praktijkopleiding moet hij volgen. Hij moet medisch gekeurd worden. De drone moet zelf gekeurd worden, wat alleen al €2200 kost. En je moet een handboek schrijven. En daar gaat vaak ook enkele duizenden euro's gaan daarin om. Misschien een aanvulling hierop. Ik denk dat wij het enige bedrijf zijn wat wel volledig ROC gecertificeerd is, wat hier zit. Wij zijn als bedrijf gecertificeerd in 7 landen. En wat je wel merkt, en dat vind ik in Nederland wel een goede basis, er is altijd nuance, is dat je meer mag afhankelijk van dat je meer training hebt ontvangen. In ons geval moet ik wel zeggen dat wij, omdat wij met zeer afwijkende drones werken, het heel moeilijk was dat in te passen in de regelgeving, waardoor wij een ROC-traject zijn doorlopen wat, schrikt u alstublieft niet, maar €35.000 heeft gekost. Het basisidee achter als jij meer wil of als je meer risicovolle dingen wil, moet je meer kunnen en moet jouw drone beter zijn, is heel logisch. Echter, het gat momenteel is natuurlijk heel erg groot. Ik wil nog één kort vraag stellen, want u bent dus in 7 landen gecertificeerd. Heeft u in al die 7 landen apart het traject doorlopen? Dat is correct, ja. Is het niet logisch dat... Oké, goed, ik ga hem niet stellen. Het antwoord daarop is logischerwijs ook ja. Gelukkig wordt daar natuurlijk in Europa aan gewerkt. Gelukkig wordt dat ook in 3 grote risicoclasses gedaan. Dus gaat er meer risicogebaseerd gewerkt worden in plaats van objectgebaseerd gewerkt worden. Maar u kunt zich voorstellen wat dit heeft gekost om dit in 7 landen te doen. Ja. De heer Koopmans. Dank u wel. Voorzitter, ik hoor zeker in dit panel enorm veel enthousiasme en daar heb ik hele grote waardering voor. En ook voor het ondernemerschap. Ik denk dat u bijna allemaal hier dus werk hiervan maakt. En ook daar heb ik heel veel waardering voor. U heeft mij toch al eerder gehoord. En wij moeten hier afwegingen maken. Ik wil u ook een beetje de kritische andere kant belichten, tenminste uw visie daarop horen. Met name omdat u degene bent,
die die drone opereert. En u weet dat u het goed bedoelt en dat u daarmee goede dingen gaat doen. En mooie beelden maakt waar ik ook van geniet en allemaal fantastische dingen doet. Fantastisch. Maar u weet dat en het is uw drone. En u bent natuurlijk een hele goede positieve operator. Maar de mensen die zo'n drone voorbij zien vliegen, die weten niet, noodzakelijk of misschien helemaal niet, wie hem opereert. En die weten ook niet noodzakelijk of daar dan goede bedoelingen achter zitten. En waar die filmbeelden naartoe verdwijnen. Staan die live op YouTube of blijven die alleen maar in uw eigen bestand of delete u ze meteen? Dus ik vraag even aandacht voor die mensen die aan de andere kant staan. Want daar moeten wij hier ook aandacht aan geven. En ik ben hier even als de woordvoerder privacy. Dus ik denk aan die mensen die in die gebieden wonen waar geen no-fly zone is. Of je nou landelijk woont of dat je gewoon op het weiland, in het weiland gaat fietsen of door de bergen of zo. Dan zie je ineens zo'n drone voorbij komen. Die mensen die vinden dat misschien heel vervelend. En die weten niet wie zit erachter en wat gaat hij ermee doen. Nou, hoe kunnen wij nou die zorgen van die mensen wegnemen? En ik hoop dat u dan meer zegt dan alleen ja, voorlichting. Dat zeggen wij als politici ook heel vaak. Van, ja, we moeten een voorlichtingscampagne, dat is altijd goed. Maar het moest wat meer zijn. En wie stelt u de vraag, de heer Koemans? Nou, ik wilde dat iedereen luisterde. En ik denk dat de heer De Jager hier spreekt namens een platform waar heel veel mensen bij aangesloten zijn. Dus ik denk dat hij de primaire adressant is. Dan gaan we naar de heer De Jager. Hele goede vraag, dank daarvoor. Toen de eerste cameraatjes in smartphones verschenen, hadden we min of meer een soortgelijk maatschappelijk debat. Moeten we dat wel willen, dat iedereen overal foto's kan maken, terwijl hij misschien niet eens ziet dat iemand een foto maakt? Ik denk dat we als maatschappij daar inmiddels redelijk aan gewend zijn. We hebben daar omgangsvormen voor ontwikkeld. Het is een geaccepteerd fenomeen. Er gaan dingen mis. Er worden vervelende dingen meegedaan. Maar dat wil niet zeggen dat het dan iets onwenselijks is of dat je daar maar afscheid van moet nemen. Wat ook betreft, een drone, ik ben het eens. Een klein apparaatje als deze is ook veel stiller, dus die zie je misschien helemaal niet. Maar iets soortgelijks is voor een fotograaf met zo'n grote telelens-toeter op zijn fotocamera. Dan kun je ook van honderden meter afstand beelden maken die misschien inbreuk maken op iemands privacy en die compromitterende situaties vastlegt. En dus ik denk dat deze discussie die hoort niet alleen thuis in het domein van de drones. Voorts denk ik, we komen toch weer een stukje voorlichting, maar ook op iets wat good airmanship heet. Wat ik heb overgehouden aan mijn opleiding toen ik professioneel dronepiloot wilde worden, was de term good airmanship. Dat heeft ermee te maken dat jij je bewust bent van veiligheidsaspecten en van goed gebruik van het luchtruim, ook als het gaat om privacy en de rust van mensen. Dat is iets wat ik altijd met me meeneem als ik met die drone bezig ben. Dus ik zal er zoveel mogelijk zorgen dat ik geen mensen dwarsboom of lastig val. Als het even kan, dan informeer ik mensen, laat ik zien wat ik aan het doen ben. En op die manier kan ik al heel veel discussies voorkomen of de angel eruit halen. Ik denk dat daar ook de sleutel van deze discussie in te vinden is. Ja, Dank je, Wiebe, voor al een heel groot deel toelichting. Ja, dit zit inderdaad op acceptatie van technologie. En wat bijvoorbeeld interessant is, is dat ik weet dat aan de Universiteit Twente heel hard wordt gewerkt binnen filosofie in de technologie. Hoe vergroot je maatschappelijke acceptatie van innovatie en van zeker van disruptieve innovatie? Dat is niet makkelijk en dat is echt niet alleen maar met voorlichting. Dat is fabel. Maar het ethisch gebruik, zoals Wiebe ook benadrukt, speelt daar een rol in. Echter, er zijn ook weer technologische tools die hierin mee kunnen helpen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van zogenaamde use-based technologieën, dus dat gaat om unmanned traffic management, dan is dat de bedoeling dat dat een set aan services wordt waar zeker openbare commerciële gebruikers, maar zelfs consumenten, dus eigenlijk in een open source omgeving, dat je precies kan zien wie waar is. Dus als ik binnen zit en ik zie daar een drone vliegen, dan kan ik letterlijk op een platform kijken, wat doet dat ding daar eigenlijk? Heeft hij wel toestemming of niet? En als je hem niet ziet in het systeem, weet je ook dat hij er niet hoort te zijn. En dan kun je de handhaver bellen en zeggen, volgens mij gebeurt hier iets wat niet hoort. Dat zijn technologieën, dat
is niet meer een ver van je bedshow. De basis hiervan bestaat al en wordt in sommige landen ook al daadwerkelijk ingevoerd. En ik hoop dat wij als Nederland ook er echt snel aan kunnen werken om dergelijke technologieën, dergelijke services, platforms ook te adopteren vanuit de overheid om de markt, maar ook, laat ik zeggen, de burger in het algemeen te faciliteren in acceptatie. Ja, ik zou nog een kleine toevoeging willen doen. Een dergelijk systeem waarover gesproken wordt, dat is ook iets wat wij ontwikkelen. En ook daar, wij willen dat bijvoorbeeld gaan testen met de luchtverkeersleiding in Groningen. En dan zie je dat je daar ook weer tegen procedures, ontheffingen en zoveel meer aanloopt. En dat duurt allemaal maanden voordat zoiets geregeld is. En wij willen liever denken in weken of dagen in plaats van maanden. En daar zie je dus weer dat de overheid daarin sneller moet acteren om dat soort dingen mogelijk te maken. Dank u. Dan heb ik zelf nog één vraag. Stel, ik zou in Limburg wonen, in de grensregio. Stel. En is het dan interessant om een bepaalde dienstverlening een Duits of Belgisch bedrijf in te huren? Zijn zij veel goedkoper af met de ROC's of de ROC's Light? En mogen ze hier ook werkzaamheden verrichten met drones? Stel. Nee, we hebben die gevallen aan de hand gehad. Sterker nog, er zitten hier mensen in de zaal die daar nog steeds mee worstelen. En die hebben op een gegeven moment eieren voor hun geld gekozen. Neem het samenwerkingsverband wat wij in Nederland hebben, Benelux. Daar zouden we met elkaars wet en regelgeving moeten accepteren. Nou, er zijn mensen die hier in de zaal zitten die kunnen een boek schrijven over hoe je als Nederlands gecertificeerd drone-operator in België zou willen opereren en vice versa. Het is een moeizaam iets. Vandaar ook dat we blij zijn met de ontwikkeling dat Europa dit probleem heeft ingezien. En nu bijzonder voortvarend, zeker voor Europese maatstaven, aan het werk is om hier Europese en hopelijk dan ook gelijke regelgeving in te voeren. Want ja, zoals het eenmaal met Europese wetgeving gaat, er worden kaders geschetst waar landen allerlei eigen voorbehouden kunnen en mogen maken. En dat is onze grote zorg, dat we weer als Nederland hieruit voortkomen als het braafste jongetje van de Europese klas. En dat is dus ook iets wat ik in mijn inleiding ook aangaf, dat we willen voorkomen dat we daar vooraf met elkaar over om de tafel gaan zitten met alle belanghebbende partijen. En dat is niet alleen wij als branche, maar zeker ook de andere partijen zoals we vandaag langsgekomen zijn. En dan vooraf geconsulteerd worden en niet geconfronteerd worden met een interpretatie wanneer de wet er al ligt. Maar u zegt vice versa, in de Benelux laten we onze Duitse oosterburen even links liggen. De Belgen mogen hier niet komen en wij mogen niet aan het doen. Dus twee kanten op. Niet met de hun geaccepteerde regels. Dan moeten ze weer opnieuw door de poortjes heen springen. Dan gaan we naar de tweede ronde vragen, als die er zijn. De heer Koopmans, begin ik bij de heer Koopmans. Van achter naar voren. Dank u wel. Eén kleine opmerking nog, want ik was dankbaar voor het antwoord van de heer De Jager. Hij zegt, ja, vroeger hadden we ook allemaal deze dingen. En dat is anders. En de telelens ook. Helemaal mee eens. Maar de drieslag die ik eerder in de vorige ronde noemde, die is hier wel van toepassing. En drones zijn anders dan deze dingen. Anoniem, want als ik nu een foto maak, dan ziet u mij er nog steeds achter. En hetzelfde met die telelens en zo. En dat is met een drone natuurlijk niet meer zo. Het is ook nog zo dat een drone, die hoef je ook niet meer vast te houden. Dit is buiten de persoonlijke controle. En dat is ook anders. En het derde is, zo'n drone, die kan dus overal komen. Dat is ook een van die voordelen, daarom kunt u er zo fantastische dingen mee doen. Maar dat maakt het wel echt principieel, fundamenteel anders. Dus die privacyzorgen die ik net noemde en waarvan ik hoop dat we ze gezamenlijk allemaal kunnen wegnemen, opdat deze industrie echt kan opstijgen, die moeten we wel beantwoorden. En die moeten we dus ook serieus nemen. En dan nogmaals zeg ik, ja, u zit daarachter, u weet dat het een drone is. Voor u is het niet een anonieme drone. En hij is in uw controle, dus voor u is hij niet grenzeloos. Maar voor de mensen die daar dus niks mee te maken hebben, maar denken, oh, wat doet die drone hier? Daar moeten we een antwoord vinden voor die zorgen. Want anders blijven wij hier misschien in een kramp zitten van, oh ja, we kunnen niks. Omdat mensen, denk ik ook heel terecht, dat gevoel hebben. Van, oh, wat doet die drone? Dus vraag ik u nogmaals eigenlijk, meer concreet,
wat kunnen we nou doen aan de mensen om die zorgen weg te nemen? En dan is het niet alleen maar meer uitleggen dat je nieuwe technologie moet accepteren. Want misschien willen mensen dat niet. Maar hoe kunnen we nou concreet zorgen dat die zorgen weggaan? Dank u. Pak even de vraag even samen. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik alleen... Excuseer, wie was de vraag gericht, heer, meneer Koopmans? Deze keer denk ik primair aan de heer De Jong. De heer De Jong, oké. Okay. Die komt dadelijk aan. De heer De Jong. Meneer Paternotte? Ik dacht juist, ik ga aan de heer De Jong nog een vraag stellen. maar die krijgt het dan wel heel druk anders. Even recalibreren. Ik wil hem ook aan de andere die hem graag wil antwoorden stellen. Ja, laat ik aan de heer De Jong vragen. Even de microfoon uit, alsjeblieft. Ja. Nee, ik aan de heer De Jong vraag stellen, omdat we natuurlijk, u eigenlijk de enige bent die gewoon met een eenmansbedrijf vliegt met de drones, dus de ZZP dronepiloot. Wat uw allerbelangrijkste verzoek is aan deze mensen hier. Oké, okay. De heer Dijkstra. Nou, ik heb vandaag veel meer inzicht gekregen en ook, ik snap heel goed waar de belemmeringen ook liggen. En het verschil tussen inderdaad ROC, Light en de andere is inderdaad erg groot. Maar ik zie ook dat er een enorm gewichtsverschil is, hè? Ja. 4 kilo versus maximaal 150 kilo. Ik zat net ook even te kijken, maar je hebt voor minder dan 100 euro heb je in feite een drone met een camera erin. Tot 7000 zag ik iets prachtigs. Maar ook die kan gewoon 3,5 kilometer ver vliegen. Dat is nogal wat. Maar de restricties zijn dus veel. Hè, de techniek is niet het probleem. Het gebruik is het probleem. En wat ik wel graag zou willen, en het is jammer dat het er nog niet is, maar die Europese wetgeving laat even op zich wachten. Weten jullie hoe lang dat nog duurt? Want ik hoorde aan de andere kant dat het dit jaar wellicht al. En in het eerste blok hoorden we heel erg de mensen van, bent u het mee eens? Ja, dat zijn we mee eens. In Bloknet word ik toch wel een beetje een afwijking daarvan, dat het niet voldoende zou zijn. Mijn vraag, want wil de voorzitter altijd een vraag. Ik denk dat we een keertje ook moeten gaan kijken hoe het allemaal ruilt en zeilt. Om daar ook meer gevoel bij te krijgen. Te kijken ook wat daar al ligt aan een droneland en dergelijke. Omdat je volgens mij dit is zo complex. Aan de ene kant privacy, vrijheid om te ondernemen. Fantastische toepassingen, nieuwe sectoren. Dit kun je niet in traditionele wetgeving vangen. En daarvoor zitten we hier. En volgens mij gaat het niet werken op deze manier. Dus moeten we iets echt ook nieuws verzinnen, zodat we het als overheid op een beetje regierol kunnen houden. Het NLR heeft ons uitgenodigd om een brevet te komen halen. Te halen zelfs. Nou ja, goed. Dan ga je vervolgens als logistiek pakketje ga je weer de deur uit. Meneer Dijkstra, maar dat gaan we doen. Dus nog een vraag? Dus eindigt dit nog in een vraag? Nee, gewoon een dank voor deze hoorzitting. Dank de Paternotte voor het organiseren en de komst allemaal. En we gaan ons daar verder in verdiepen. En dilemma's zijn goed geschetst volgens mij. Dus ik heb daar geen vraag. Voordat wij gaan afsluiten natuurlijk, hebben wij twee vragen voor de heer De Jong. En misschien nog een aanvulling ter afsluiting van de andere gasten. De heer De Jong. Ik zou heel graag een antwoord voor je klaar hebben. Wat betreft, wat doen we eraan, zodat mensen wat meer vertrouwd raken met drones of zich niet beangstigd hoeven te voelen. Maar ik heb geen idee hoe we dat kunnen doen. Je kunt natuurlijk niet een grote brief of een doek onder je drone hangen met ik ben de piloot. Dat wordt hem niet. Waar ik wel aan dacht is dat je toch wel redelijk vaak als je een drone ziet vliegen, de operator ergens kunt zien, aangezien de bestuurder de drone zelf ook moet kunnen blijven zien. Dus ik denk dat dat in veel gevallen goed zou zijn. En wat ik ook nog bedacht is dat ik met mijn honderden vlieguren nog nooit iemand bij me heb gehad die het irritant heeft gevonden dat ik met een drone aan het vliegen was. Maar mensen vinden het eigenlijk alleen maar heel erg interessant en vragen zich af hoe hoog die kan die loopings. Kan ik het ook aan mijn zoontje geven en waar koop ik zoiets? Dus ja. Oké. Zijn allebei de vragen beantwoord? Want het waren twee vragen voor de heer De Jong. Nee. Dan was er ook nog de vraag wat ik het liefste veranderd zou zien. En daar moet ik even over nadenken, want dat zijn natuurlijk meerdere dingen. Maar wat ik het allerliefste zou willen, ik als dronepiloot, is dat ik gewoon overal kan vliegen. Dat als een bedrijf vraagt om een bedrijfsfilmpje, dat ik een shot kan maken van het bedrijf van buiten. En dat mag niet, want je zit met aaneengesloten bebouwing waar je 50 meter afstand van moet houden. En als je dan gaat rekenen, dan zijn er eigenlijk ook maar weer heel weinig plekken waar je kunt vliegen. Dus met een groot ROC is die afstand kleiner te maken. Maar alsnog niet zo klein als dat ik graag zou willen. En dan hebben we nog te maken met dus de no-fly zones, de CTR's.
die echt heel groot zijn. Bijvoorbeeld over heel Brabant is één groot CTR eigenlijk. Waarin, naar mijn mening, we beter naar kunnen zouden kijken naar meer kansen om daar op meerdere plekken dus te kunnen vliegen. Dank de heer De Jong. Wie wil nog een laatste korte toelichting? Dat houden we echt kort. Ik kom er zo die kant. Toch nog even over de zorg van de heer Koopmans, het gebied van privacy. Toen ik hier naartoe liep vanmiddag, kwam ik uit de tramhalte. Ik liep over het spui, lange poten. Ik keek op en ik zag talloze beveiligingscamera's mijn gangen nagaan. Waarschijnlijk merendeel privaat. Ik heb me daar geen zorgen over gemaakt. Ik werd vastgelegd, maar ik denk dat het merendeel van die camera's mij niet storen in mijn gevoel van privacy. Evenzo wat er hier in de lucht gebeurt. Satellieten die op mij neerkijken. Sleepnetten die mijn digitale communicatie afluisteren. Dus als burger word je tegenwoordig aan alle kanten bekeken, afgeluisterd, gefilmd, opgenomen. Het is een maatschappelijke tendens. Ik zeg niet per se dat ik er blij mee ben. Ik heb soms mijn bedenkingen bij de hele drone-industrie. Als het gaat om gevaar, terrorisme, gevaar, privacy. Ik heb ook geen kant-en-klaar antwoord. Maar ik denk het is een feit. We hebben ermee te maken. We moeten ermee dealen. En laten we in ieder geval met positieve energie over die drone-sector spreken. Ik denk dat dat al heel veel scheelt. Dank u, de heer Nieuwhuis en daarna de heer Van Nieuweland. Nou, misschien dan toch de vraag van de heer Paternotte van wat zou je heel graag willen? En dan zou ik heel graag willen dat er op een bepaalde manier tussen overheid en sector een gezamenlijke visie ontstaat en een gezamenlijke passie ontstaat en een gezamenlijke weg waar we op zitten met z'n allen. En één voorbeeld, want die haal ik dan graag aan, waarin dat heel erg goed is gegaan, is dat er onlangs in een werkgroep voor het vliegen in de buitenring van de CTR sector en overheid en andere belanghebbenden bij elkaar zijn gekomen. En aan de hand van ervaring, onder andere van onszelf in het buitenland met honderden vlieguren op vliegvelden, maar ook ervaringen in Nederland met de huidige regels rondom het vliegen in die buitenring CTR, is gekeken, kunnen we dat niet beter doen? Dit is letterlijk het allersnelste proces wat ik ooit in Nederland heb meegemaakt, van het bij elkaar komen van sector en overheid, het kijken hoe de regels nu zijn, het kijken wat de ervaringen in binnen- en buitenland zijn, en door een goede risicoanalyse te komen tot een beter werkzame procedure en die ook daadwerkelijk door te voeren. Alle lof daarvoor, en dat kan misschien een opmaat zijn voor wat de heer Van Nieuweland hier ook zegt, een vorm van National Drone Council, waarin zulke dingen gedaan kunnen worden. Dank. Dan de laatste spreker van vandaag, de heer Nieuweland. Nou, daar kon ik het alleen maar mee eens zijn, gegeven mijn laatste punt van mijn betoog in de inleiding. Om nog een klein puntje toe te lichten op die privacy issue. Ik was voorzitter, word je natuurlijk vaak uitgenodigd om ergens mee te komen praten. En ik kan me herinneren dat ik 4 of 5 jaar geleden in een zaaltje ergens heb gezeten waar ik in het forum mocht zitten, waar in de zaal alleen maar mensen zaten die verenigd waren om het onderwerp privacy. Ik had daar een moeilijke middag, maar dezelfde vraag werd gesteld. En hetzelfde soort antwoord zoals Wiebe dat ook daarnet gaf, met de telelens en dergelijke, werd ook gegeven. Maar toen het voorstel gedaan werd, ik had daar zelf over nagedacht met iemand die me dat ingefluisterd had, wat nu bewaarheid wordt, dat U-space, dus waar je een toestel, waar je als burger kan zien, ik zie daar een drone vliegen, ik kan een webpage openen waarop ik kan zien van wie die drone is, wie de eigenaar is, welk bedrijf daar vliegt. En wat in principe, of die daar een filmopname aan het maken is, of een inspectie van een gevel aan het doen is, of een stukje landbouwgrond aan het inspecteren is, dat kan daar met 2 woordjes of 3 woordjes misschien bij vermeld worden. Nou, het U-space, waar Europa zich nu warm voor loopt, is in principe, want toestellen vanaf 250 gram, zeg ik even aan mijn hoofd, moeten straks geregistreerd worden in het systeem, zou je op deze manier kunnen doen. Toen ik dat voorstel in die zaal, waar het vuur me nader aan de schenen gelegd werd, dat voorstel opperde, toen zeiden ze van ja, daar zouden wij heel tevreden mee zijn, want dan hebben we dat element van, zoals u noemt, dat geheimzinnige van wie vliegt daar, wat doet hij, hebben we eruit gehaald. Dus ik zou zeggen, laten we inzetten op dat U-space systeem. Dat is echt een enabler voor de markt. Dank u. We zijn aan het einde gekomen van blok 4, de praktijk. Het ronde tafelgesprek drone is ook ten einde. Na 4 blokken bedankt voor de gasten.
dank voor de mensen op de tribune, maar ook de mensen thuis. Volgens mij kunnen we eindigen met de ambitie inderdaad Nederland droneland, maar wel met oog voor de veiligheid. Wel thuis allemaal en tot ziens.